Welkom iedereen, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe editie van onze Zoom Academy Live. Deze keer staat helemaal in het thema van Lightroom en we gaan bezig met organiseren en bewerken. We hebben vandaag onze expert weer, Tom Reuvers. Hoi Tom. Hoi. We gaan ook nog één volledige bewerking laten zien, een fotobewerking aan het eind. Dus ja, ik ben wel benieuwd. Tom, deze komt helemaal uit de cursus Lightroom voor gevorderden. Kun je daar misschien iets meer over vertellen? Zeker. De cursus Lightroom voor gevorderden, die hebben we onlangs ontwikkeld. Ik heb die cursus helemaal uitgeschreven. Het is een hele brede cursus, waar we vandaag met name ingaan op het organiseren van de bibliotheek. Daar komen toch vaak nog wel wat dingen bij kijken. We zullen ook een bewerking laten zien. En als je naar de cursus in zijn totaliteit kijkt, dan is het eigenlijk het totaalplaatje wat het wel omvat. Het is een stuk importeren, het beheren van je bibliotheek, een aantal workflows voor het bewerken en daarna uiteraard het exporteren. Dus het is eigenlijk van het moment dat die foto nog op de kaart staat totdat er een eindproduct uitrolt, zit eigenlijk allemaal in die cursus. Oké, top. En vandaag voor de livestream gaan we ook gebruik maken van ons Zoom Academy Lightroom speakbriefje. Dit is een speakbriefje met alle sneltoetsen in Lightroom. Deze, als je die nog niet gedownload hebt, kun je nu ook nog downloaden op Zoom.nl of www.zoom.nl/speakbriefje. Kun je ook de sneltoetsen zien en dan kun je die ook live meevolgen, want die gaan we ook gebruiken tijdens het importeren en tijdens het bewerken. Daarnaast hebben we ook voor jullie een nieuwe actie. Dit is de nieuwe actie voor Zoom Academy. We hebben weer 10 euro korting voor jullie geregeld. Met de code LIVE krijg je op alle cursussen 10 euro korting, ook op deze nieuwe cursus Lightroom voor gevorderden. We hebben ook al veel vragen ontvangen van mensen vooraf aan de livestream. Heb je ook een vraag tijdens de livestream, stel die vooral in de chat. Er zijn ook mensen van het Zoom.nl team aanwezig in de chat om vragen te beantwoorden. We hebben ook al een vraag vooraf binnengekregen van Oscar Diemer. Die vraagt, ik heb net een nieuwe camera, waarom worden sommige RAW-bestanden niet herkend? Als Oscar een vrij nieuwe camera heeft en hij heeft nog een wat oudere versie van Lightroom, dan kan het zijn dat de laatste updates nog niet doorgevoerd zijn. Lightroom heeft een RAW-omzetter als het ware aan boord en dat zorgt ervoor dat die foto's ingelezen kunnen worden. In het geval van Oscar, als je nog niet die laatste updates hebt, dan zou ik zeggen van je moet Lightroom updaten. Heb je toch een versie die al wat ouder is, zodat er geen updates meer zijn, dan kan je eventueel ook die files omzetten met een gratis programma. En dat is de DNG Converter. En dat is een gratis programma wat je bij Adobe kunt downloaden. En daarmee kan je elk RAW-bestand omzetten als het ware. En daarna alsnog importeren in Lightroom. Oké, dat is inderdaad wel heel handig. Dan vraagt ook nog Leen van Damme. Die vraagt, kan je tips geven om een rampzalige bibliotheek terug geordend te krijgen? Ja, rampzalige bibliotheken, die komen wij veel tegen bij het gebruik van Lightroom. En hoe komt dat over het algemeen? We zijn zo gewend aan Windows verkennen of aan Mac Finder. En we zijn daar gewend om daar mappen te maken, bestanden te gaan verplaatsen. En als je dat buiten Lightroom dus om gaat doen, dan ontstaat een klein beetje die chaos. Misschien zijn er mensen die thuis herkennen dat er ergens vraagtekentjes staan bij de miniaturen. Of dat er uitroeptekentjes staan. Ja, dat betekent dat het eigenlijk goed mis is. Wat we vandaag in ieder geval wel laten zien, ook tijdens het organiseren. Hoe kan ik nu mappen herordenen? Hoe kan ik ze hernoemen? Hoe kan ik foto's verplaatsen? Dus zodat je in ieder geval ook die chaos op een bepaalde mate kunt gaan herstellen. Oké, dat klinkt als een goed begin. Ik denk dat we maar beter kunnen gaan beginnen. Dus heb je tussendoor vragen, stel ze in de chat. Ik krijg ze ook door via mijn computer hier. En dan kan ik ze ook live aan Tom vragen. En dan denk ik dat we maar kunnen gaan beginnen. Leuk. Nou, dan gaan we lekker beginnen. Wat ik al gezegd heb, we gaan vandaag met name aan de slag in het begin met het organiseren van onze bibliotheek en ook met het importeren van onze foto's. En dat is ook het mooie van Lightroom. Het is het totaalpakket waarmee je gewoon je hele workflow kunt gaan beheersen. Dat betekent, ik heb hier nog foto's op een kaartje staan, gistermiddag geschoten. En ik wil graag dat die foto's in mijn bibliotheek terechtkomen op een plek waar ik dat graag wil. En ik wil vervolgens ook die foto's gaan uitzoeken, gaan ordenen, voorzien van trefwoorden, zodat ik ook later, als ik heel veel foto's heb, ik heb er in dit moment meer dan 20.000 in mijn computer staan, dat ik eigenlijk met één druk op de knop ook die ene bepaalde foto terug kan gaan vinden. Op die manier het opbouwen van die bibliotheek, en dan door dat consequent te gaan doen,
voorkom je ook een heel klein beetje die chaos waar sommige mensen ervaren. En op die manier ja, heb je eigenlijk altijd alles wel bij elkaar. De eerste tip die ik in ieder geval mee wil geven voor vandaag is, start je met Lightroom, doe dan vanaf vandaag ook alles in Lightroom. Wil je een bestandsnaam wijzigen, wil je een folder verplaatsen, wil je een hele map weggooien, doe niks meer in Mac Finder of in Windows Verkenner, maar doe alles in Lightroom zelf. Ik zal je straks ook laten zien hoe je foto's verplaatst, hernoemt, verwijdert en dat soort dingen. Het begint altijd met het maken van je foto's uiteraard. En vervolgens is de bedoeling ja, dat die foto's vanaf je kaartje of vanaf een andere bron in ieder geval die bibliotheek ingaan. Als we naar de bibliotheek kijken en we kijken naar ons scherm, dan zien we dat we nu de bibliotheekmodule hebben geactiveerd. Die is ook wit gekleurd. Aan de linkerkant zie je een hele mappenstructuur. Ik heb dat behoorlijk netjes voor elkaar. Allemaal jaartallen. En binnen die jaartallen heb ik of onderwerpen of bepaalde gebeurtenissen daar genoemd. In het midden zie je altijd de foto's die in een bepaalde map staan of in een bepaalde verzameling. Daar kom ik straks nog op. En aan de rechterzijde zien we nog een aantal panelen waarmee we straks trefwoorden kunnen vastleggen, waarmee we metagegevens kunnen aanpassen en wat andere mogelijkheden gaan krijgen. Dit is eigenlijk je bibliotheek die al bestaat. Bij mij zie je dat er al een behoorlijke bibliotheek ontstaan is, omdat ik een lange tijd met Lightroom werk, vanaf 2009. Heb je nog niet zoveel mappen staan, dat kan prima. Je moet Lightroom opbouwen en na verloop van tijd zal het dus alleen maar meer gaan worden. Ik begin met het importeren en dat importeren is eigenlijk ja, een stappenplan wat je gewoon eenmalig afwerkt. We zullen er nu vrij lang bij stilstaan, omdat je hier hele belangrijke keuzes maakt, waardoor straks foto's op een bepaalde plek staan en voorzien zijn van bepaalde kenmerken. Maar je zal straks merken als je vaker met Lightroom werkt, ja, dat eigenlijk het importeren steeds makkelijker wordt en dat je daar steeds sneller doorheen gaat. Je hebt daar straks eigenlijk je favoriete instellingen een beetje in zitten en dan doorloop je dat proces vrij snel. Het importeren is eigenlijk heel simpel op te starten. Als je in je bibliotheekmodule zit, dan zie je links onderin je scherm, zie je in ieder geval importeren en exporteren. Als ik hier op importeren ga klikken, dan zal er een speciaal importscherm openen. En dat importscherm, dat zien we nu ook, bestaat eigenlijk uit drie verschillende elementen. De linkerzijde is eigenlijk waar het gaat om de bron. Waar moeten de foto's vandaan gehaald worden en waar moeten ze straks dan naartoe? Dus aan de linkerkant kies ik straks mijn bron. In het midden, is nu nog leeg omdat ik mijn SD-kaartje nog niet ingestoken heb, ga ik straks kiezen welke foto's ik wil importeren of welke foto's er op die kaart staan. Aan de rechterzijde hebben we straks de mogelijkheid om wat verschillende instellingen te doen om aan te geven wat we met die bepaalde bestanden willen gaan doen. Misschien wil je bepaalde bestanden wel gelijk hernoemen naar een bepaalde bestandsnaam. Of wil je een bepaalde nummering toepassen. Of wil je bepalen waar die foto's terecht moeten gaan komen. SD-kaartje heb ik hier nog. Ik ga het SD-kaartje nu invoeren. En het SD-kaartje, zo gauw ik hem ingevoerd heb, dan kan het zijn dat Lightroom dat meteen gaat herkennen. Je ziet ook dat als je een antivirusprogramma gebruikt, dat er gelijk gekeken wordt of er virussen zitten. Ik heb hier nu mijn SD-kaartje ingestoken en je ziet ook aan de linkerzijde, bij bron staat nu ook e-camera of kaartlezer. Als ik die aanklik, dan zie ik al mijn foto's die op dat SD-kaartje staan en die ik zou kunnen importeren. Nu zal het niet altijd zo zijn dat je importeert van een SD-kaart. Het kan ook zijn dat je een USB-stick hebt gekregen van iemand waar allemaal foto's op staan van een of andere familiedag. Of je hebt nog foto's op een externe harde schijf staan. Je kunt eigenlijk van elke drager kun je importeren. En dat gebeurt altijd aan die linkerzijde. Aan die linkerzijde kan je kiezen de bron waar je je foto's vandaan moet halen. Dat kan je in de kleine paneeltjes hier aan de linkerzijde doen. Maar kan je ook bovenin doen waar het woordje van staat. En als ik hier van open, dan zie je ook dat hier allerlei verschillende mappen staan waarvan ik zou kunnen importeren. Ik kan hier zelfs kiezen ook om van een andere bron aan te geven van waar ik wil importeren. Dus hier doe ik niks anders dan alleen maar kiezen van waar zijn mijn foto's nu die uiteindelijk Lightroom in moeten en die onderdeel gaan worden van mijn bibliotheek. Ik hou het, ja. Vraagje. Ja. Ik heb hier vooraf ook al een vraag over gekregen en ook Bram van de Klis en Loes Huibers die vragen. Ik ben overgestapt op een andere computer. En nu staan al mijn foto's op een externe harde schijf. Hoe kan ik deze het beste importeren in Lightroom? En dan had ik ook nog een vraag van Tamara van wat doe je met je catalogus als je een nieuwe computer koopt? Dus dat zijn twee hele relevante vragen. Ja. Wat doe je met je catalogus als je een nieuwe computer koopt? Dan wil je eigenlijk op die nieuwe computer wil je verder kunnen werken aan alles wat je al hebt. Ja. Dan zou je die catalogus moeten overzetten naar die nieuwe computer. De foto's die op die externe harde schijf staan,
en je wilt die importeren, ja, dan kan je eigenlijk twee dingen doen. Je kan opnieuw gaan importeren, maar stel dat het al bewerkte foto's zijn, ja, dan moet eigenlijk ook wel je bibliotheek, wat eigenlijk een soort van opschrijfboekje is met al je bewerkingen, die moet dan wel ook mee gekopieerd worden. Ja. Dus je zal eigenlijk handmatig je catalogus moeten gaan overzetten. Ik kan straks, een stuk verderop, zal ik nog laten zien hoe je dat eventueel kunt gaan doen. Okay. En ik heb het ook in de cursus heb ik het helemaal uitgeschreven. Want dit is voor heel veel mensen een belangrijk stukje van, oké, ik heb een nieuwe computer, maar ik wil verder met waar ik was. Ik wil niet overnieuw beginnen, ik wil door. Dus het moet een startpunt zijn. Dus in de cursus staat het zelfs als een stappenplan uitgeschreven hoe je dat in je Windows-machine of op een Mac dat kunt aanpakken. Oké. Okay. Maar het kan sowieso. Oké, okay, top. Yes. Dus aan die linkerzijde kiezen we puur de bron. In het midden zien we nu even de foto's staan die allemaal op de kaart staan. Dat zijn er een aantal. Ik heb er gistermiddag een aantal gemaakt. En wat hierbij het belangrijkste is, is eigenlijk door bovenin, boven het paneel, zien we een aantal instellingen staan. Er staat kopiëren als DNG, er staat kopiëren, er staat verplaatsen en er staat toevoegen. En misschien moet je even goed kijken en zie je de eerste keer niet zo staan, omdat sommige van die woorden, die zijn wat donkergrijs. Dus die kan je dan ook niet selecteren. Of je dit wel of niet kunt selecteren is afhankelijk van de bron die je kiest. Vanaf een SD-kaart krijg je hier andere keuzes dan dat je bijvoorbeeld vanaf een externe harde schijf importeert. Maar het is wel belangrijk om hier een keuze te gaan maken. De foto's staan nu nog steeds op die SD-kaart. En wat wil ik daarmee? Hier heb ik de volgende keuzes. En de eerste die je tegenkomt is kopiëren als DNG. En DNG, dat is een afkorting, dat staat voor digitaal negatief. En dat is eigenlijk een bestandsextensie van Adobe zelf. En dat wordt ondersteund door andere programma's van Adobe. Stel nu dat je zegt van ik wil graag mijn foto's, mijn RAW-bestanden omzetten naar dat algemeen geaccepteerde DNG, kan je dat hier doen. Werk je met een Olympus camera, dan heb je .orf bestanden, heb je Nikon, heb je .nef bestanden, heb je een Sony camera, heb je .arw bestanden. Allemaal verschillende RAW-extensies. Door te kiezen voor kopiëren als DNG, worden die RAW-extensies omgezet naar Adobe. En dat kan een voordeel hebben als je ook met andere Adobe-programma's wilt gaan werken. Wil je dat niet omzetten, dan is de tweede functie is kopiëren. Dat wil zeggen, de foto's staan nu nog op de SD-kaart en die gaan straks gekopieerd worden naar een andere plek. Ze blijven ook op die SD-kaart staan, maar ze krijgen ook een andere definitieve locatie. De derde die je tegenkomt, die is bij mij nu donkergrijs en kan ik niet aanklikken. En dat komt puur omdat ik nu vanaf een SD-kaart importeer, is verplaatsen. En bij verplaatsen is net weer wat anders dan kopiëren. Kopiëren is, het staat ergens en het wordt als een kopie nog ergens anders opgeslagen. Bij verplaatsen kies ik ervoor, mijn foto's staan op een bepaalde schijf en die ga ik van die plek afhalen en aan een andere plek toezetten. De laatste functie die je tegenkomt is toevoegen. En die is met name bedoeld als je een hele harde schijf hebt met heel veel verzamelde foto's en je denkt van ik vind het handig om toch die externe harde schijf ook toe te voegen aan mijn bibliotheek, dan kan ik hier kiezen voor toevoegen. De foto's blijven ook daadwerkelijk op die schijf staan, alleen Lightroom neemt het mee in zijn bibliotheekfunctie. En wordt dus als een aparte locatie eigenlijk gezien. Dus je hebt hier vier verschillende keuzes. Ga je vanaf een SD-kaart werken, dan is het meest handige is te kiezen voor kopiëren of te kopiëren als DNG. En op die manier kan je je foto's gaan overzetten. Vraag je Tom. Ja. Klaas de Boer uit de chat die vraagt, ik zet mijn RAW bestanden van mijn camera als NEF standaard om naar DNG. Is het nodig om alsnog de NEF bestanden te bewaren? In principe niet. Want als je het omgezet hebt naar DNG, ja, dat NEF-bestand en dat DNG, die zijn eigenlijk identiek. Dat DNG-bestand is ietsjes kleiner, maar heeft dezelfde informatie. Ja, dan zou je eigenlijk een kopie van een kopie gaan bewaren. Ja. Dus je kan op een gegeven moment zeggen van, nee, het is succesvol geïmporteerd. Ik heb dat ergens staan. Ja, dan kun je misschien die originele NEF-files, kun je eigenlijk wel weg gaan doen. Die hebben geen toegevoegde waarde meer. Oké. Okay. Dus kopiëren als DNG, kopiëren, verplaatsen of toevoegen. Dit is dus puur een keuze die je hier maakt. En onder het paneel zie je dus eigenlijk de foto's die we straks gaan importeren. Dit zijn de eerste twee stapjes die je hebt gehad. Dus het begint aan de linkerkant met een bron kiezen. Tweede stap in het middenpaneel kiezen van wat wil ik met die files. En als derde stap kom je eigenlijk aan de rechterkant terecht. En kun je aangeven waar die foto's naartoe moeten gaan. Ze staan nu nog op mijn SD-kaart. En ik wil die foto's straks kopiëren, in dit geval naar mijn bureaublad. Dat kan ook een andere locatie zijn, dat bepaal je uiteraard volledig zelf. De een kiest voor de map afbeeldingen. Ik kies bewust voor de map
voor op de desktop, puur voor op het bureaublad. Omdat ik straks ook nog laat zien hoe ik die hele map vanaf dat bureaublad alsnog weer naar een andere locatie kan kopiëren. Als ik dat zou willen. Wil ik kopiëren naar dat bureaublad? Ik kan hier weer bij naar, zie je bij mij Windows C zie je hier staan. En ik kan dat aanklikken. En dan zie je hier weer heel duidelijk allerlei verschillende locaties. En ik ga er in dit geval voor kiezen dat ik graag wil kiezen voor een andere bestemming. Dan gaat er eigenlijk een gewoon normaal Windows verkennisscherm open. Ik wil graag straks mijn foto's gekopieerd hebben naar het bureaublad. En ik maak voor de zekerheid op het bureaublad een nieuwe map aan. En die noem ik even import foto's. Import foto's. En als ik deze map nu selecteer, dan zullen al mijn foto's straks vanaf mijn SD-kaart met de instellingen die ik verder nog kies, gekopieerd worden naar mijn map die ik net heb aangemaakt op het bureaublad. En zo krijgen ze dus een nieuwe locatie. En dat is eigenlijk de standaardstap die je doet. Vier belangrijke panelen zie je nog aan de rechterkant onder dat naar. Je ziet nog bestandsafhandeling, je ziet wijzigen van de bestandsnaam, je ziet toepassen tijdens importeren en je ziet nog een keer bestemming. Ik heb die panelen hier nu allemaal gesloten. En als je die panelen wilt openen of dicht wil doen, is dat zoals alles bij Lightroom, klikken op het driehoekje wat voor of achter de naam staat. En als ik hier klik op bestandsafhandeling, op dat driehoekje, zie ik dat er hier een keuzemenu open gaat. En hier kan ik eigenlijk keuzes maken van wat moet ik nu gaan doen met die bestanden voordat ik het überhaupt straks ga sorteren, hernoemen enzovoorts. En in die bestandsafhandeling zitten een aantal belangrijke keuzes. De eerste die je tegenkomt is voorvertoningen maken. Degene die veel bewerkt, die raden we altijd aan, ga werken met rolbestanden. Want dan haal je het meeste kwaliteit haal je nog uit het bestand. Wat er gebeurt tijdens het importeren, is dat Lightroom van elk rolbestand een heel klein kopietje maakt. Een soort van JPEG-bestandje, die straks laat zien in je bibliotheek. Werk ik bijvoorbeeld met externe harde schijven, dan kan ik toch mijn foto's allemaal bekijken zonder dat ik die externe harde schijf bij me heb. Dat is de functie van die voorvertoningen. Dus dat ik snel kan zien welke foto's staan er in de bibliotheek. En je hebt hier een keuze. Bij standaard kan je kiezen voor vier verschillende instellingen. Je kan kiezen voor een minimale voorvertoning. Dat betekent een heel klein bestandje wat hij daarvoor gebruikt. Dus voor een computer met wat minder capaciteit zou dit een prima keuze zijn. Het nadeel daarvan is, als je in die bibliotheek je foto's gaat kijken en je hebt de originele foto's, die originele rolbestanden niet bij je, en je zou gaan inzoomen, dan mis je misschien wat detail. Dus die kwaliteit is de laagste kwaliteit die je kiest van die voorvertoning, maar is ook gelijk wel het kleinste stukje geheugen wat je gaat gebruiken. Ingesloten en secundair, dat is één stap groter en dat is een afgeleide van de JPEG die je camera maakt. Je camera maakt ook van elke rol een soort van ingesloten JPEG, zoals ze dat noemen. En die neemt Lightroom als het ware over. Standaard, dat zegt het vanzelf, standaard. En ik ben daar heel makkelijk in. Ik laat het ook altijd op standaard staan, want dat functioneert prima. Dat betekent dat ik in mijn bibliotheek mijn foto's goed kan inzoomen, goed detail kan zien, ook als ik niet aan het bewerken ben. De laatste is 1:1. Dat is een nog hogere kwaliteit van je voorvertoning, maar dat neemt ook het meeste aan geheugen in beslag. En je moet je voorstellen dat we heel vaak kiezen voor die hoogste kwaliteit, want we willen het beste zien. Daar zit wat in, alleen het gaat hier alleen maar om de voorvertoningen. Zo gauw we aan het bewerken gaan, niet meer in de bibliotheekmodule, maar in die ontwikkelmodule, dan komt altijd het originele bestand wordt erbij gehaald en daar wordt mee aan de slag gegaan. En dan heb je altijd die maximale kwaliteit. Dus dit is puur en alleen maar die voorvertoningskwaliteit die je instelt. Ik kies hier zelf voor standaard. Een tweede instelling die je komt, waar je vinkjes kan zetten, is bij slimme voorvertoningen maken. En wat je je even voor moet stellen is, we hebben die bibliotheek. Daar zitten eigenlijk alle voorvertoningen in. En dan hebben we nog een plek op de harde schijf en daar staan al onze originele foto's. Zo gauw we aan de slag gaan met bewerken, gaf ik al aan, dan wordt die originele foto erbij gehaald. Werk ik nu met een externe harde schijf en die ligt thuis en ik ben onderweg, dan kan ik dus die bepaalde foto niet bewerken. Want ik heb dat originele bestand niet bij me. Ik kan in mijn voorvertoning de foto wel zien, maar in het originele bestand, omdat die er niet bij is, kan ik niet gaan bewerken. Kies ik hier voor de slimme voorvertoningen, dan kan dat in één keer wel. Dan kan ik vanuit mijn voorvertoningen kan ik gaan bewerken. En zodra ik dan mijn externe harde schijf weer aankoppel, dan wordt al die informatie van bewerkingen, die worden gekoppeld, die worden gesynchroniseerd en worden dan alsnog toegeschreven aan het originele rolbestand.
Dit lijkt heel mooi. En het is ook heel mooi. Alleen als je toch altijd op een vaste plek werkt, kan je dit beter niet gebruiken. Dit neemt namelijk veel ruimte in beslag. En het kost ook heel veel tijd om die voorvertoningen allemaal te gaan maken. Werk je met heel veel foto's, ja, dan neemt het dus behoorlijk wat ruimte in beslag. En zal het ook een behoorlijke tijd in beslag nemen. Werk je nu veel onderweg zonder dat je die bestanden altijd bij je hebt, dan zou het een logische keuze zijn om slimme voorvertoningen juist wel aan te vinken. Tom. Ja. Er zijn wat opmerkingen geweest in de chat dat voor sommige mensen het beeld een beetje wazig is. Je kunt dan het beste eventjes op het radertje onderaan klikken en de kwaliteit omhoog zetten. En soms werkt verversen ook. Dus ik hoop dat het dan voor meerdere mensen is opgelost. Daarnaast zijn er nog vragen of deze workshop later ook beschikbaar is. Ja, dat klopt. Deze zetten we later weer online op ons YouTube-kanaal. En als het goed is, wordt het ook na de tijd gemaild naar de mensen die hebben gekeken. Dus abonneer op ons YouTube-kanaal als je hem graag nog een keer wil zien. En dan kun je het langzaam ook in je eigen tijd gewoon even terugvolgen. Ga verder. Dat doe ik. Nou, hopen dat we geen wazig beeld meer hebben. Radertje onderaan aanklikken en een hogere resolutie kiezen. Dan moet het goed komen. Slimme voorvertoningen, dus de keuze van wel of niet, daar is geen goede fout in. Je moet hier echt kiezen wat je nodig denkt te hebben. De volgende die je tegenkomt is mogelijke dubbele foto's niet importeren. Fotografeer je nu iedere keer op hetzelfde kaartje en gooi je je kaartje tussendoor niet leeg, dan wil het wel eens zijn dat je je kaartje morgen weer inprikt en dat de foto's van vandaag weer binnengehaald worden. Zodra je hier mogelijke dubbele foto's aanvinkt, dan zullen die foto's niet een tweede keer geïmporteerd worden. Dus wil je je beschermen tegen dubbele foto's in je database, zorg er dan voor dat dit vakje eigenlijk aanstaat. Dan is de derde mogelijkheid die we tegenkomen, is dat we gelijk een tweede kopie kunnen gaan maken. Een soort van backup. Stel je wilt graag die foto's importeren. Ik heb ervoor gekozen dat ze naar een map op mijn bureaublad willen. Maar misschien zeg je van ik wil gelijk nu op een externe harde schijf een backup gaan maken. Dan kun je dat hier doen en dat is ook best handig. Alleen je moet je weer afvragen of dit het goede moment is. En waarom zou dit niet het goede moment kunnen zijn? Als je naar mijn foto's kijkt, die eerste foto, die ga ik straks niet bewaren. Ik moet nog mijn sortering maken van welke foto's zijn goed en welke foto's zijn niet goed. En daarom maak ik van tevoren niet een backup, want het heeft voor mij niet een toegevoegde waarde om nu mijn mislukte foto's, die er absoluut tussen zitten, door die nu ook te gaan backuppen. Dus ik kies er hier zelf niet voor. Je kan ook later een backup maken en je kan zelfs tijdens het exporteren nog wel weer een backup gaan maken. Dus je hebt wat verschillende mogelijkheden. Dus wil je het, kan je dat hier doen. Ik kies ervoor om het vinkje nu uit te laten. De vierde mogelijkheid die je tegenkomt is het toevoegen aan een verzameling. En die verzamelingen laat ik nu heel even achterwege, maar kom ik straks zeker nog op terug. Verzamelingen zijn eigenlijk virtuele mappen waarmee je eigenlijk, zoals het woord al zegt, verzameling kunt maken. Een verzameling vogels, een verzameling vakantie. Daar hoef je geen aparte mappen voor te hebben, maar dat kan je met verzamelingen doen. Laat ik straks, als we een stukje verderop zijn in de organisatie van onze bibliotheek, zal ik dat aan jullie laten zien. Dus dan hebben we eigenlijk het bovenste paneel van bestandsafhandeling, die hebben we eigenlijk gehad. En nu staan we er lang bij stil, maar in principe maak je hier je keuze. En dat zal je eigenlijk niet zo snel meer aanpassen. Dus dat is iets waar je de volgende keer niet helemaal door hoeft te lopen. Volgende wat je tegenkomt, het tweede paneel, ik doe de bovenste even dicht, is het wijzigen van de bestandsnaam. En het wijzigen van de bestandsnaam, dat kunnen we hier doen door het vakje aan te klikken bij wijzigen van de bestandsnaam. En je kan hier bij schabloon kan je kiezen van hoe je die bestandsnaam wilt gaan noemen. Je ziet bij mij in het middenscherm, als we naar de foto's kijken, heten al mijn foto's DSC03058 en een hele reeks cijfers .arw. Wil je nu graag wat orde in die chaos hebben en niet allemaal nietszeggende nummers in je beeld gaan krijgen, dan kan je er hier al voor kiezen om te zeggen van ik ga al die bestandsnamen hernoemen. Ik noem dit natuurfotografie 4 april, 3 april. Dus je kan hier kiezen wat je daarmee wilt gaan doen. Dus wil je een aangepaste naam gaan gebruiken of een bestandsnaam met een reeks, je kan hier zelf de keuzes maken die je wilt gaan kiezen. Je kan dit ook later gaan doen als je je foto's gaat exporteren. Dus als je denkt van ik heb nu een fotoshoot gedaan met een bepaald model en ik wil al die foto's straks, als ik die naar het model toestuur, allemaal een bepaalde naam meegeven, dan kan je dat ook tijdens het exporteren doen. Het voordeel tijdens het exporteren is dat je hele nummering doorloopt, want nu ga je misschien nog selecteren en gooi je bepaalde foto's weg. Dus dan zal die nummering niet meer helemaal mooi doorlopen. Dus je kan het hier aanpassen, maar tijdens het exporteren is dit ook nog mogelijk. Nou, zo heb je verschillende mogelijkheden. Ik pas de naam in dit geval niet aan. Het volgende wat je nog tegenkomt, en dat is best wel een
belangrijke is het toepassen tijdens het importeren. Als we importeren en we gaan die foto's vanaf onze SD-kaart naar die map toe brengen, dan kunnen we al aangeven van, hey, er moet wat gebeuren met die foto's. Als mensen de cursus bestellen, zitten er een aantal presets erbij. Een van die presets is bijvoorbeeld de landschapsoptimalisatie. Stel nu dat je denkt van, hey, ik heb nu allemaal landschapsfoto's gemaakt en ik wil die preset straks gaan toepassen op al mijn foto's. Dan kan je dat nu al gaan aangeven dat het gelijk moet gaan gebeuren voor je. En dat doe je bij die ontwikkelinstellingen. En bij de ontwikkelinstellingen zien we allemaal verschillende presets. En als ik hier zou kiezen voor de preset met landschap, landschapsoptimalisatie, dan zullen al mijn foto's tijdens het importeren die preset er meteen overheen krijgen. Je kan het later ook nog weer ongedaan maken. Ik laat het nu even op geen staan, maar je kan daar dus bepalen wat er al met een foto moet gebeuren. De tweede die je tegenkomt is metagegevens. Je kan de voorinstellingen die in je metagegevens zitten, kan je bewerken. Als ik dit aanklik, dan zal er een heel scherm opengaan en dan kan je hier al aangeven welke informatie er met je geïmporteerde bestanden mee moet. Wil je bijvoorbeeld aanvullende informatie aangeven of wil je hier de naam van de fotograaf invullen, kan je dat hier doen, gaat dat in de EXIF data van die file mee. Het zijn twee instellingen die misschien niet heel veel gebruikt worden. Die ontwikkelinstellingen misschien wel, direct naar zwart-wit omzetten, gelijk die landschapsoptimalisatie. Maar wat een erg belangrijke instelling is, is eigenlijk het lege vlak hieronder, bij trefwoorden. En trefwoorden is de basis van een fatsoenlijke Lightroom bibliotheek. Op basis van die trefwoorden kunnen we straks alle foto's terugvinden. Wil ik straks foto's terugvinden die allemaal op een avond gemaakt zijn, dan kan ik straks zoeken op het trefwoord avond en dan zullen de foto's die 's avonds gemaakt zijn allemaal terugkomen. Ga ik zoeken op avond, comma, zwart-wit, zullen alle foto's terugkomen die op een avond gemaakt zijn en die in het zwart-wit bewerkt zijn. Dus op die manier kan je een gedegen database bouwen. En dat gedegen database bouwen, dat begint dus hier al bij het toevoegen van die trefwoorden. En die trefwoorden, en dat is het belangrijkste wat je hier moet onthouden, de trefwoorden die je hier toevoegt, zijn van invloed op al je te importeren foto's. Ik heb hier vogelfoto's, ik heb hier wat landschapsfoto's, ik heb hier een foto van een auto. Dus wat ik hier invoer, moet je wel goed over gaan nadenken. Als ik hier nu ga invoeren auto, dan zullen al mijn foto's waar ook vogels en water op staat, ook allemaal dat kenmerk auto mee gaan krijgen. Dus hetgeen wat je hier invoert, is alleen de algemene trefwoorden die van invloed zijn op al je te importeren foto's. En dat is in dit geval, zijn dat er een aantal. Dat is voor mij april. Ik heb de foto's gisteren gemaakt, was in april. 2020. Ik heb dit gemaakt in Zwolle. En zo kan je met comma's, het is net tekstverwerking, kan je je trefwoorden gaan ingeven. En al deze drie trefwoorden komen straks op al die foto's terecht. Dus ook bij die auto, ook bij die vogel enzovoorts. Maar dat klopt ook, want al die foto's zijn in april gemaakt, zijn allemaal in 2020 gemaakt en ook allemaal in Zwolle gemaakt. Dus hiermee hebben we de basis van onze trefwoorden gemaakt. Een veelgestelde vraag is die ik dan krijg van, maar kan ik dan niet bij die vogelfoto's ook nog weer vogel gaan toevoegen? Dat kan zeker, alleen dat doen we straks in de bibliotheek als we weer terug zijn na het importeren. Wat sommigen doen is stukje voor stukje importeren. Nu alleen de vogelfoto's importeren, daarbij zetten vogels, daarna de autofoto's importeren, daarbij auto. Alleen dan loop je 3, 4, 5, 6 keer een hele importfunctie door te lopen. Je kan beter nu de algemene trefwoorden toevoegen, dat zometeen importeren. En dan gaan we straks, als we geïmporteerd hebben, gaan we fine-tunen en extra trefwoorden toevoegen. Dus op die manier geef je hierin, puur gescheiden door comma's, je verschillende trefwoorden. Vergeet die comma niet en denk ook heel goed na over trefwoorden. Zwart spatie wit is 1 trefwoord. Zwart komma wit zijn 2 trefwoorden. Zwart streepje wit is een ander trefwoord dan zwart spatie wit. Dus je moet goed nadenken welke trefwoorden ga ik gebruiken. Je kan achteraf trefwoorden wel wijzigen, maar hoe beter de basis is, ja, hoe minder je er eigenlijk aan hoeft te doen. Dus hier hebben we onze trefwoorden, heb ik nu ingegeven. En het laatste vlakje wat je nog tegenkomt is bestemming. En bij bestemming zie je bij mij al staan, want die heb ik al helemaal als eerste gekozen, waar ik naartoe wilde exporteren, staat hier ook importfoto's op mijn bureaublad. Dan heb je nog de mogelijkheid om hierboven, zie je nog staan, naar submap. En bij naar submap kun je nog kiezen voor op datum. Wat er gaat gebeuren als je daarop klikt,
dan zul je zien dat er automatische submappen aangemaakt worden in je basismap met de foto's die op een bepaalde datum gemaakt zijn. Ik heb hier alleen maar foto's staan van gisteren. Die zijn op 2 april gemaakt en dat zijn 107 foto's. Stel nu dat mijn kaartje nog helemaal vol zit met foto's van de hele week of van 2 weken lang, komen hier allemaal verschillende submappen te staan met al die verschillende datums. Zodat elke datum een eigen map krijgt waar die foto's in staan. De een vindt dat handig, de ander vindt dat niet handig. Ik kies ervoor om dat niet te doen. Dus ik laat mijn submap ga ik niet gebruiken. Ik kies hiervoor in één map. En op die manier brengt hij straks al die foto's allemaal naar de map importfoto's. Als ik deze keuzes allemaal heb gemaakt, dan is er nog één ding wat we nog kunnen doen. En dat is hier kijken bij onze voorvertoningen welke foto wil ik wel importeren en welke foto wil ik niet importeren. Je ziet bij al die foto's, zie je vinkjes staan. Die staan standaard allemaal aan. Die kan ik ook uit gaan zetten. En je kan hier al een selectie gaan maken en zeggen van oké, die foto wil ik wel en die wil ik niet. Wil ik de eerste foto niet meenemen, zet ik mijn vinkje uit. Wordt ook gelijk donkergrijs en zal die tijdens de import niet meegaan. Mijn werkwijze, en dat is zeker niet de beste werkwijze. Je moet altijd zelf een werkwijze vinden waar jij je prettig bij voelt. Maar mijn werkwijze is, ik importeer alles. Ik importeer mijn foute foto's, mislukte foto's, onscherpe foto's, alles importeer ik. En ik ga straks middels vlaggetjes, komen zo meteen op, kiezen welke foto ik wil behouden en welke ik niet wil behouden. En die foto's die ik straks niet wil behouden, die gooi ik ook in één keer weg, zodat ik ze ook niet meer terugzie. Dus ik kies er hier zelf voor om alle foto's aan te vinken, zodat al mijn foto's, dus ook de mislukte eventueel, binnengehaald worden. Op deze manier heb ik mijn keuzes gemaakt voor het importeren. Ik heb gekozen aan de linkerkant de bron. Ik heb aangegeven wat wil ik ermee. Ik heb aangegeven welke foto's, alle foto's of alleen nieuwe foto's. Aan de rechterkant belangrijke keuzes gemaakt met betrekking tot trefwoorden of een bestandsafhandeling of de naam wijzigen. En als je dat allemaal hebt gedaan, dan kan je vervolgens, zometeen, nog niet doen, op importeren drukken. En dan zullen die foto's naar binnen komen. Wat je nog aan de linkerkant ziet, en die ben ik even vergeten te benoemen, is dat je bij, als je vanaf een SD-kaartje werkt of een USB-stick, zie je hier nog uitwerpen na importeren. Zodra Lightroom klaar is met het importeren, wordt je schijf uitgeworpen, virtueel, wordt die ontkoppeld zoals dat heet, zodat je hem ook veilig kunt gaan verwijderen. Dus dat vinkje kan je in principe altijd op aanzetten. Ik heb mijn keuzes hier gemaakt en zodra ik nu ga kiezen voor importeren, dan wordt er in dit geval bij mij 107 foto's, dat zie ik links onderin staan, worden geïmporteerd. Dat is 5 gigabyte aan geheugen en op die manier wordt het naar binnen gehaald. Ik klik op importeren en je zal zien dat ik na het importeren kom ik gelijk terug in mijn bibliotheek module. En je ziet linksbovenin zie je dat er nu 2 bewerkingen gaande zijn. Er wordt namelijk geïmporteerd en er worden voorvertoningen gemaakt. Dat importeren dat gaat vrij snel. Het voorvertoningen maken zal zometeen wat langer duren. Maar tijdens dat voorvertoningen maken kan je wel gewoon aan de slag met je foto's. Dus kan je er wel verder mee werken. Dus dit zal nu allemaal vanaf die SD-kaart gekopieerd worden naar mijn map op dat bureaublad. Tom, ja? Er zijn wel meerdere vragen uit de chat. Daarvan is er eentje, M. Bosman, die vraagt, kun je slimme voorvertoningen makkelijk achteraf verwijderen? Je kan slimme voorvertoningen kan je achteraf altijd verwijderen. Je kan op die slimme voorvertoningen gaan staan, maar je hebt de slimme voorvertoningen. Ja. Ik kwam even op wat anders uit. Slimme voorvertoningen, je kan achteraf elke voorvertoning weghalen. En dat is wel even een tricky ding. Dan moet je wel even, is wat lastig om het nu uit te leggen, maar hoe het in feite gaat, dat doe je namelijk wel buiten Lightroom om. En wat ik nu zeg is gevaarlijk, want ik zeg we doen alles in Lightroom. Maar er zit in je map afbeeldingen, daar zit een mapje, dat heet Lightroom. Daar zit je bibliotheekbestandje in. En er zit ook een mapje met voorvertoningen, de previews, zo heet dat mapje. Als je dat mapje leeggooit, dan gooi je al je previews weg. En dan denk je van, ja, maar ben ik mijn foto's dan niet kwijt? Nee, je bent alleen de previews kwijt. Zodra je weer opnieuw Lightroom opstart, vraagt hij weer of je nieuwe previews wilt maken. En kan je opnieuw een keus maken hoe die previews eruit kunnen komen te zien. Dus je kan dat achteraf, kan je het aanpassen. Het is wel wat omslachtig, ja, maar het kan wel. Oké. Dan zijn er ook nog meerdere vragen uit de chat. Klopt het dat de catalogus echt gigantisch groot wordt als je echt heel veel foto's hebt? Ja. Maar gigantisch groot valt op zich wel mee. Ik heb nu, hoeveel foto's heb ik? 27.471 foto's. Ik denk dat mijn catalogus nu ongeveer 8 à 9 gigabyte is. Dat is best veel, lijkt heel veel. Maar veel meer is die losse bestanden, al die RAW bestanden.
Kijk, Lightroom heeft twee delen. Lightroom heeft, ik noem dat altijd maar even het opschrijfboekje, die daadwerkelijke talig is. Daar wordt alleen bijgehouden van waar staat de foto, welke bewerking is erop gedaan, welk trefwoord hoort daarbij. En dat is één deel van Lightroom. Het andere zijn die fysieke foto's die dus in mappen elders staan. De map wordt steeds groter en hoe meer bewerkingen, trefwoorden enzovoorts enzovoorts je gaat doen, ja, neemt die ruimte toe. Oké, en Wilfried van der Einden vraagt nog, is er een mogelijkheid dat je de bibliotheekinstelling maakt dat je zowel op de laptop als op de pc met dezelfde bibliotheek kan werken? Ja, dat kan. Alles kan. Alleen je moet je afvragen, wat is nog handig en wat is werkbaar? Je kan namelijk je bibliotheek, dat bestandje, die staat standaard in je computer, in de map afbeeldingen, in de map Lightroom en dan staat daar dat bestand. Ja, stel je zet die op een NAS of in de cloud, waarbij je er altijd bij kan, ja, dan kan je prima vanaf meerdere plekken gaan werken. Ik ken ook mensen die hebben gewoon het bestand op een USB-stickje staan en die kunnen her en der inprikken in een computer en verder werken met die bibliotheek die er is. Dus het is afhankelijk van waar dat bestandje in principe staat. Dus ja, dat kan. Oké, top. Dan wil ik nog graag eventjes opnieuw benoemen dat dit allemaal ook in onze cursus staat Lightroom voor gevorderden. Die kun je nu ook vinden op www.zoomacademy.nl. Tom heeft deze cursus gemaakt. Daar staat dus ook al deze informatie gewoon in. Met de code LIVE krijg je nu ook 10 euro korting op die cursus, maar ook alle andere cursussen in Zoom Academy. Daarnaast, vind je dit nou een leuke video en heb je nu alvast al veel geleerd? Doe dan even een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Dat helpt allemaal heel veel. En dan denk ik dat we wel kunnen gaan beginnen met verder. Met de rest. Ja, we hebben nog heel veel voor jullie. Ja. Het importeren is inmiddels ook klaar. Dus je ziet ook bij mij dat er nu geen balkje meer links bovenin loopt. Dus de importfunctie is gedaan. Je ziet nu een aantal dingen. We zijn weer terug in de mappenstructuur aan de linkerkant. Dan zien we nu ook in één keer, importfoto's. Dat is die map die ik aangemaakt heb. We zien nu in het midden de actieve map waarmee we bezig zijn. En daar zien we ook al die foto's staan die ik geïmporteerd heb. En wat misschien opvalt is dat er een soort icoontje bij mij rechts onder in die voorvertoningen zit. En dat is een labeltje. En dat labeltje dat verraadt eigenlijk van, daar hangen trefwoorden aan. Dus hiermee kan je altijd zien of je bepaalde foto's al wel voorzien hebt van een trefwoord of nog niet. Ga je straks ook bewerken, wat we later ook nog gaan doen vandaag. Dan zul je ook zien nadat je naar de bewerking hebt, dat er weer een icoontje bij komt. Dus zo zul je iedere keer zien dat je aan de icoontjes kunt zien wat er met een bepaalde foto al gebeurd is. Dus we zien hier de foto's en we zien aan de rechterkant een aantal instellingen. Die foto's die in het midden staan, die zie je nu nog allemaal in het klein. Wil je die even in het groot zien, dan kan je daar heel simpel dubbel op klikken op een enkele foto. Dan zie je die bepaalde foto in het groot en weer dubbel klikken, ben je weer terug in het klein. Dat kan je ook hier onderin doen, onder je miniaturenweergave. Zie je de rasterweergave. Die is ook middels een sneltoets te doen met de G van Grid. Dus je kan hier ook door de G te gebruiken. Of daarnaast te klikken op diegene die ernaast staat, de loopweergave, ook met E op te roepen. Kan je dus ook heel snel schakelen eventueel. Ik heb bewust al mijn foto's binnengehaald. Ook de mislukte foto's. En die mislukte foto's heb ik dus nog niet uitgesorteerd. Mijn werkwijze is alles binnenhalen. En dan is mijn volgende stap sorteren. En sorteren in dit geval is heel simpel. Eén keuze, goed of fout. Dat is de keuze die we kunnen gaan maken. En hoe doe ik dat? Als je nu gaat kijken in je paneel, in het middenpaneel en daaronder kijkt, zie je een aantal mogelijkheden. Waar we net met dat rasterweergave zaten, met die loopweergave, zie je als het goed is een aantal sterren. Je ziet vlaggetjes, je ziet kleurtjes, je ziet pijltjes. Je ziet hier verschillende instellingen. Zie je die nu niet, dan kan je rechts onder het paneel, waar ik nu met mijn muis ben, zit een driehoekje. Als je dat driehoekje even opent en je zet de vinkjes bij vlagtoewijzer, bij klassificatie, kleurlabel en de overige, dan kan je daarmee die iconen wel laten verschijnen of niet laten verschijnen onder dat paneel. Maar met name die vlaggen zijn belangrijk, die sterren zijn belangrijk en die kleurtjes die zijn belangrijk. Dus als je die onderin je beeld hebt, dan is mijn eerste stap wat ik ga doen om chaos te voorkomen is alles wat fout is, ga ik eruit halen. En hoe doe ik dat? Ik ga naar die loopweergave. En die loopweergave, dat was met de letter E op te roepen. Of door onderin te gaan klikken op het icoontje van de loopweergave. En ik ga beoordelen van, is deze foto goed of fout? En meer vraag ik mij niet af. Deze foto is heel simpel, die is fout. En als ik een foto fout heb, dan kan ik die foto gaan afkeuren. En dat doe je met de vlaggetjes onderin. Je ziet twee vlaggetjes, een wit vlaggetje aanduiden als keuzestaten en er zit een zwart vlaggetje.
elke foto die ik goed vind, geef ik een wit vlaggetje. En elke foto die ik niet goed vind, die keur ik af en geef ik een zwart vlaggetje. En dat zwarte vlaggetje, die klik ik aan. En het zwarte vlaggetje is nu toegewezen. Ga ik even terug naar de rasterweergave. Dan zul je ook zien dat bij mijn eerste foto, ook linksboven in de miniatuurweergave, zie je nu ook een vlaggetje staan. Het zwarte vlaggetje. En ik loop eigenlijk al die foto's af. Ik kan heel simpel naar de volgende foto gaan door het pijltje naar rechts te klikken. Dit is mijn volgende foto. Nou, jullie zullen denken, wat een fotograaf. Dit is inderdaad ook volledig mislukt, dus ik krijg van mij ook een zwart vlaggetje. En door nu iedere keer te gaan klikken op dat witte of dat zwarte vlaggetje, daar word je misschien een heel klein beetje gek van. En daarvoor hebben we eigenlijk ook die mooie kaart met al die verschillende sneltoetsen. Je kan hier heel snel doorheen gaan lopen door hier te kiezen voor twee letters. De X is alles afkeuren en de X onthouden kruist erdoor weg ermee. En met de letter P, dat is de goede foto, de P van prima, perfect of weet ik veel. En kan je dus op die manier gaan sorteren. Ik geef deze nu de letter X, ik klik alleen maar op de X en dan staat gelijk instellen als geweigerd. Ik ga met mijn pijltje op mijn toetsenbord naar rechts, ik ga naar de volgende foto. Die vind ik goed, geef ik een P, krijg ik een wit vlaggetje. En zo doorloop ik alle foto's die ik goed of die ik fout vind. Dus ik ga hier alleen maar aangeven wat goed en wat fout is. En bij mij staat basis van scherp of niet scherp. En ik ga straks wel kijken van wat vind ik beter of wat vind ik niet goed. En zo doorloop ik al die foto's. Als ik nu terug ga naar mijn rasterweergave, ik zal ze nu niet allemaal doorgaan, dan zie je ook dat we zwarte vlaggetjes in de icoontjes hebben staan en dat we nu ook de witte vlaggetjes in de icoontjes hebben staan. Dus hier hebben we heel simpel gezegd, goede foto's, foute foto's. Heel veel mensen doen dit op de camera terwijl ze onderweg zijn. Ik vind het handig om dat hier op de computer te doen. Dan kan ik tenminste op een groot beeldscherm zien wat er wel of wat er niet goed is. Doe ik dat onderweg, moet ik weer stoppen met fotograferen. Dus ik doe het liefst op deze manier. Dan kan het zijn dat je best wel wat zwarte vlaggetjes hebt. Ik heb best veel zwarte vlaggetjes altijd. En die zwarte vlaggetjes, die foto's, die hoef ik in principe niet meer. Die wil ik eigenlijk wel kwijt. Die wil ik dusdanig kwijt dat ze gewoon ook van mijn computer af zijn. En om die zwarte vlaggetjes in één keer weg te gooien, is eigenlijk heel erg makkelijk. Je kan in het menu gaan boven in je scherm naar foto. En helemaal onderin zie je geweigerde foto's verwijderen. Je kan het ook met Ctrl Backspace doen. Of met Command Backspace als je op een Mac werkt. Geweigerde foto's verwijderen. Ik klik hier aan. Mijn geweigerde foto's komen ook in beeld te staan. Dat zijn er inderdaad twee. En hier krijg ik een belangrijke keuze. De twee geweigerde originele foto's van de schijf verwijderen. Of deze alleen uit Lightroom verwijderen. En de keuze die je hier maakt is belangrijk. Standaard staat blauw gearceerd verwijderen. Als ik nu klik op verwijderen, dan is mijn foto's, die twee stuks, die zijn uit mijn Lightroom bibliotheek zijn ze weg. Ze staan niet meer op dat opschrijfboekje. Lightroom doet er niks meer mee. Wat er wel is, de foto's zijn fysiek nog steeds aanwezig. Die staan nog steeds in die map die ik net heb aangemaakt. En dat kan eventueel zorgen voor vervuiling. Het kan ook zijn van ik wil mijn mislukte foto's bewust toch bewaren, maar ik wil ze niet meer zichtbaar hebben. Dus dat is een keuze. Kies ik hiervoor verwijderen, is het dus uit Lightroom weg, maar nog op je harde schijf aanwezig. Kies ik hier nu voor verwijderen van schijf, en daar kies ik voor, dan gaan ze ook daadwerkelijk helemaal weg. Zijn ze van je computer verdwenen, staan ze in je prullenbak en kan je je prullenbak legen en zijn ze echt weg. Je komt weer terug in je scherm en je ziet dat er nu alleen nog witte vlaggetjes in dat geval over zijn. En dat zijn al mijn gelukte foto's. Nou, mooi, gelukte foto's. Alleen nu kan het ook wel zo zijn van, ik heb hier foto's die dan allemaal zogenaamd gelukt zijn, waarvan er heel veel op elkaar lijken, omdat ik in een burstmodus heb gefotografeerd. De ene keer staat het vogeltje mooi met de vleugels wijd, andere keer met de vleugels naar beneden. En ik kan nu gaan kiezen voor mezelf van, oké, hoe goed vind ik mijn foto's nu eigenlijk? En dat is eigenlijk een waardering geven met een aantal sterren van je foto's. Zelf doe ik heel veel concertfotografie. En als ik een kwartier gefotografeerd heb, heb ik soms 1200 foto's gemaakt. Dan mag ik van die 1200 foto's, mag ik er misschien uiteindelijk 10 of 12 aanleveren. Wat ik eerst doe, met zwarte en witte vlaggetjes werken. Alles weggooien wat weg kan. En daarna ga ik kiezen voor welke foto vind ik nu goed, welke vind ik beter, welke vind ik het best. Dus op die manier ga ik categoriseren. En hoe doen we dat? Eigenlijk hetzelfde als met die vlaggetjes. Ik begin gewoon vooraan. Ik begin met mijn eerste foto. En ik heb hier een foto met een roofvogel. En ik kan hier geven van, ik vind dit 3 sterretjes waard. En dit is puur naar eigen inzicht. En 3 sterretjes waard is klikken op het derde sterretje onder je foto. Als ik die aangeef, zie je ook dat er nu
drie sterretjes ingekleurd zijn. Ga ik even terug naar de rasterweergave. Dan zie je ook dat bij dat eerste miniatuurweergave zie je nu nog steeds dat labeltje. Je ziet het witte vlaggetje, maar je ziet ook dat er nu drie sterretjes onder staan. Dus op die manier kan ik zelf bepalen wat ik goed vind. En zo ga ik al die foto's door. De volgende foto, wow, vind ik minder, geef ik bijvoorbeeld twee sterretjes. En uiteraard is het weer ondoenlijk om al die foto's iedere keer te gaan klikken op een van die sterretjes. En daarvoor kan je de sneltoetsen gebruiken. En dat is heel makkelijk. 1 is 1 sterretje, 2 is 2 sterretjes, tot en met 5, het numerieke toets, is 5 sterretjes. Dus je doorloopt je foto's, 3 sterretjes, alleen maar op de 3 klikken. Volgende foto, 2 sterretjes. Volgende foto, 5 sterretjes. En op die manier ga je heel snel je hele basis door en geef je per foto aan wat voor jou de waarde van die foto is. En hiermee kan je straks, als je dit allemaal hebt gedaan, met één druk op de knop zeggen van, oké, ik wil graag mijn beste foto's zien. Ik wil graag al mijn foto's zien die 5 sterretjes zijn. Of die 4 sterretjes of meer zijn. En op die manier haal je altijd voor jezelf je beste foto's, waar jij het meest tevreden over bent, naar voren. Ga ik hier terug naar mijn miniatuurweergave, dan zie je ook dat al die verschillende sterretjes, aanduidingen er allemaal bij staan. En zo doorloop ik het gehele proces. Het derde wat je nog kan doen, is nog werken met kleuren. En die kleuren die zie je er ook onder staan. En die kleuren die hebben eigenlijk een eigen in te vullen waarde. En waar ik het nog wel eens voor gebruik, als ik weer een concert ga fotograferen en ik mag een festival doen, dan doe ik alle foto's van een bepaalde band, geef ik bijvoorbeeld allemaal de kleur rood. Een andere band geef ik allemaal de kleur geel. Dus je kan op die manier clusters maken van foto's. Als ik denk van ik wil graag nu de foto's waar ganzen op staan, graag in het rood hebben, dan kan ik zeggen van ik selecteer die en ik kan klikken op het rode vlakje onder het scherm. En je ziet gelijk dat er nu een rode omkadering komt. In het groot zie je het ook onderin je filmstrip zie je het ook terugkomen. En zo kan je eigenlijk per foto naar eigen inzicht bepalen welke kleur je daar aan wilt hangen. En ook dit weer kent een aantal sneltoetsen, die vind je ook weer terug. En waar we net werkten met 1 tot en met 5, dat waren het aantal sterren. Hebben we nu rood 6, geel 7, 8, 9 enzovoorts. Alleen de kleur paars, de laatste, die heeft geen snelcode. En denk niet, dan zal dat 0 wel zijn. Klik niet op de 0, want dan haalt hij alle sterretjes weer weg. Dus dan is je hele sterrencodering weer weg. Maar als ik hier graag rood wil, kan ik hier op 6 klikken en dan is die rood gemaakt. Volgende, 6, 6. Ook een gans. Hier wil ik een andere kleur, geel. En op die manier, als ik nu weer terug ga naar mijn grote weergave, dan zie je ook een aantal zijn omkaderd met rood en een aantal zijn omkaderd met geel. En ook straks weer, dan kan ik kiezen van ik wil nu graag al mijn rood geasseerde foto's zien, want dat is mijn catalogus die ik daar en daarvoor gemaakt heb. Dus je kan hier heel mooi aan de slag met je opbouw van die catalogus. Sterretjes toevoegen, vlaggetjes toevoegen en met kleurencombinaties eigenlijk categorieën maken van wat je handig vindt. Dit is een basis. En wat nog even, wat vaak mensen nog wel eens tegenaan lopen, vind het zo lastig te bepalen van welke foto vind ik nou beter of welke foto vind ik nu minder mooi. En als je het wilt gaan vergelijken, ik kan er op deze manier doorheen lopen. Maar dan ben ik misschien bij de derde foto alweer vergeten van wat mijn eerste foto liet zien. Je kan onderin, heb je weer de mogelijkheid van een beoordelingsweergave. En als je moeilijk kan kiezen tussen de drie foto's die ik hier naast elkaar heb staan, welke ik het mooiste vind, dan kan ik die drie foto's selecteren. Ik selecteer de eerste door hem één keer aan te klikken. Ik hou mijn shift-toets ingedrukt en klik op die derde foto. Dan zie je ook dat er nu drie foto's geselecteerd zijn. En als ik dan hier onderin ga kiezen voor de beoordelingsweergave of via de sneltoets N, dan zul je zien dat je die drie foto's eventjes naast elkaar legt. Als je nu ook nog denkt van, hey, alles eromheen leidt mij af, ik wil het toch beter kunnen gaan beoordelen, klik dan eens op de letter L op je toetsenbord van lamp, dan zul je zien dat je een aantal informatie weg kunt halen. Nog een keer op de L maak je al je omgeving zwart en zo heb je alleen nog maar de aandacht voor je foto's. Nog een keer op die letter L ben je weer terug in je scherm waar je mee bezig was. Zo kan je kiezen van wat vind ik nu de mooiste foto's. En je kan die foto's ook wegklikken uit die verzameling. Ze verdwijnen niet uit je complete import, maar ze verdwijnen alleen even in die vergelijkingsweergave. En zo kan je voor jezelf makkelijk keuzes maken. Wat vind ik nou mijn beste foto van bijvoorbeeld een serie van 3?
Heb je dit gedaan, kan je weer terug naar je rasterweergave of naar je loopweergave. Tom. Ja. Ik heb hier nog wel een passende vraag, want Henk Schippers die vraagt: waarom kiezen voor kleuren aan een foto hangen in plaats van trefwoorden? Wat gebruik je wanneer? Dat is een hele goede vraag. Die vraag die komt heel vaak. Waarom zou je kleur aanhangen als je ook met trefwoorden kunt gaan werken? Ja. Stel, je doet heel veel bruiloften. En je hebt één bruiloft, dan kan ik daar wel een trefwoord aan gaan hangen van opa en opa, opa en oma Jansen. Alleen die trefwoorden hebben volgende week voor mij geen waarde meer. Als ik in een bepaalde map wil zeggen van ik wil graag nu al mijn foto's hebben waar opa en oma Jansen nog op staan, geef ik die allemaal even de kleur rood. Als ik dan met één druk op de knop die foto's naar voren kan halen, vervul ik eigenlijk niet mijn trefwoordensysteem met trefwoorden die ik eigenlijk niet gebruik. Dus dit is eigenlijk het rubriceren van ja, kleine clustertjes die je eigenlijk tijdelijk even wilt gebruiken. Dus daar zou je het meeste voor kunnen gaan gebruiken. Oké. Daarnaast wou ik nog graag even melden dat de code LIVE ook voor alle cursussen geldig is. Daarnaast kun je dus ook de code LIVE voor 10 euro korting, dus voor alle cursussen apart gebruiken. Dus wil je 10 euro korting op de Lightroom voor gevorderden cursus, dan kun je die code daarvoor gebruiken. Maar ook daarnaast wil je nog een cursus kopen, 5 andere cursussen kopen, kun je de code LIVE overal voor gebruiken. Nou, gaan we verder. Mooi. Dus we hebben hier onze basis gedaan en dan valt het woord trefwoorden valt al eventjes. En trefwoorden, ik gaf het tijdens het importeren aan, dat is de basis straks van hoe wij onze foto's kunnen gaan terugvinden. Want ik weet straks over 5 jaar niet meer welke kleur rood ik heb gebruikt in deze desbetreffende map. En daarvoor wil ik werken met die trefwoorden. Aan de rechterkant van ons scherm hebben we een aantal panelen. Ik heb ze allemaal even weer dicht gedaan. Het begint bovenaan met het histogram. En daaronder zie je snel ontwikkelende trefwoorden vastleggen. En dat loopt helemaal door tot opmerkingen. En die panelen aan de rechterkant, ja, die kan ik gaan gebruiken om mijn foto's verder te gaan verfijnen. Het histogram, dat spreekt voor zich. Dit doet niks anders dan alleen maar even aangeven welke sluitertijd, welke ISO heb je gebruikt, enzovoort. Dus dit is alleen maar informatie. Dus die sluit ik ook even weer, want die zullen we voor de rest nu niet gebruiken hebben. Snel ontwikkelen komen we hier nu ook weer tegen. En het snel ontwikkelen, het woord zegt het al, hier kan ik snel even een bewerking op een bepaalde foto doen. En dat zijn eigenlijk kant-en-klare bewerkingen. Dat hebben we net tijdens het importeren ook kunnen doen. Dat we hier hebben gezegd van, we pakken nu een preset en die laten we los op een hele range foto's die we importeren. Als je dat niet hebt gedaan en je denkt van, hey, ik wil nu alleen maar op een bepaalde foto dat gaan doen, kan je hier nu een foto selecteren en via de voorinstellingen hier al gaan kiezen wat een bepaalde bewerking moet gaan zijn. Zijn je foto's aan de donkere kant? Ik kan met mijn pijltjes bij belichting bijvoorbeeld die foto's hier al lichter of donkerder gaan maken. Ik zelf doe dit zo min mogelijk in dit geheel, want als ik mijn foto wil gaan bewerken, doe ik dat straks in de ontwikkelmodule, want daarin heb ik gewoon veel en veel meer mogelijkheden. Maar het kan zijn dat als je een camera hebt met zo'n mooi wieltje bovenin met lichtcompensatie en die heeft per ongeluk op min 1 gestaan en je ziet nu al van, hey, al mijn foto's zijn te donker, dan zou je nu al kunnen kiezen van, ik ga al mijn foto's selecteren en ik klik een aantal keren op de pijltjes bij belichting, dan zal je zien dat al die foto's gelijk een stukje lichter gaan worden. Dus dit is een basisaanpassing. Hier doen we nu op dit moment helemaal niks mee. Dus snel ontwikkelen, die gaat weer dicht. En dan de volgende die we tegenkomen is trefwoorden vastleggen. En die trefwoorden vastleggen, als ik dit open, eerst het paneeltje trefwoorden vastleggen en ook het hoekje daaronder, dan zie je al dat op de foto waar ik nu bezig ben, daar is al een trefwoord vastgelegd. 2020, comma april, comma Zwolle. En dat klopt precies. En als ik hier de maan selecteer, dan zullen diezelfde trefwoorden daarop zitten. Selecteer ik hier de auto, dan zitten daar dezelfde trefwoorden op. En die trefwoorden, dat zijn die algemene trefwoorden die tijdens het importeren hebben toegevoegd. Nu wordt het zaak om eigenlijk te gaan verfijnen. Ik wil graag bij mijn auto, wil ik het trefwoord extra bij hebben van auto. En dat is ontzettend simpel. Je kan hier heel gemakkelijk kiezen van, ik ga weer naar dat, ik heb de auto geselecteerd. Ik ga naar mijn vakje bij trefwoorden, ik klik daar 1 keer in, hij wordt wit. Comma, auto, enter. En op dit moment heeft hij auto toegevoegd. Je ziet dat de volgorde aangepast wordt. Eerst worden de getallen gedaan en daarna op alfabetische volgorde die trefwoorden. En je hebt hier nu auto toegevoegd. Wil ik hier nu ganzen gaan toevoegen, kan ik deze aanklikken, kan ik ganzen gaan aangeven. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Wat nu natuurlijk lastig is, is dat je nu moet gaan zeggen, ik ga foto voor foto. Ik heb er net 107 geïmporteerd, door die niet allemaal 1 voor 1 die trefwoorden door moeten gaan toepassen. Je kan trefwoorden toepassen op een hele reeks foto's in 1 keer. Ik heb hier foto's van ganzen
En ik kan ervoor kiezen om te zeggen van, hey, ik selecteer mijn eerste foto. Ik selecteer mijn laatste foto met de shift-toets ingedrukt. En zo selecteer ik een reeks. Dus eerste foto aanklikken, shift-toets ingedrukt en de laatste foto aanklikken. Daarmee selecteer je een aaneengesloten reeks. Ga ik nu weer naar mijn trefwoorden invoeren paneel. Komma. Gansen. Enter. Dan zul je zien dat op al die foto's, als ik deze aanklik, staat ganzen daartussen. Ga ik hier naartoe, staat die ook op ganzen. Ga ik terug naar mijn auto, er staat gelukkig geen ganzen tussen. Hier staat nu auto. Dus hiermee kan ik heel verfijnd aan de slag gaan. Waar je dan nog wel eens tegenaan loopt, als je verschillende dingen door elkaar heen fotografeert, die reeksen die staan niet altijd in exact dezelfde volgorde. Ik heb hier water tussendoor gefotografeerd en ik heb hier in één keer weer een vogel enzovoorts. Je kan ook door elkaar heen selecteren. Wil ik graag niet een reeks foto's selecteren, maar een aantal foto's afzonderlijk, dan doe ik dat met de Ctrl-toets ingedrukt. Ik hou mijn Ctrl-toets ingedrukt en ik klik hier op mijn eerste foto. Ik klik hier op een... Even terug. Mijn excuses. Ik klik hier op een foto. Ik kan met Ctrl ingetoetst op een andere. En zo zie je dat ik willekeurig verschillende foto's door elkaar heen kan gaan selecteren. Ga ik nu weer naar mijn paneel, kan ik weer aanklikken en ik kan daar weer een nieuw trefwoord toe gaan voegen. En zo, op die manier werken, dit vraagt wat consequentie. Met name als je met een achterstand begint en dit eigenlijk nog nooit gedaan hebt. Ja, dan vraagt dit best wel wat tijd. Dat kost je een zondagmiddag. Maar als je dit consequent doet, dan kan je straks kiezen van, ik wil graag nu al mijn foto's zien die ik in 2020 heb gemaakt, waar ganzen op staan en die in de maand april zijn gemaakt. En dat is een beetje de truc om die gedegen catalogus te gaan opbouwen. Je zult een stukje verderop, zal je ook nog de trefwoordenlijst tegenkomen. Daar zie je ook al je gebruikte trefwoorden. Je ziet ook daar suggesties voor trefwoorden tussen staan. Dat kunnen ook je meest gebruikte trefwoorden zijn. Er zijn meerdere manieren om te werken met die trefwoorden. Maar op die manier kan je heel gedegen met die trefwoorden aan de slag. En kan je uiteindelijk ook alles terugvinden wat je terug wilt vinden. Nog één dingetje wat je tegenkomt is metagegevens. En bij de metagegevens daar zie je eigenlijk alles wat als standaard door je camera is meegeschreven. Opname tijdstip, de resolutie of de flitser is afgegaan, je diafragma. Maar ook hier kan je nog vrije velden invullen. Als je je naam als fotograaf in wilt geven, dan kan je dat hier nog weer gaan toevoegen. En wordt het allemaal in de data van je totale bestand wordt het meegenomen. En dit werkt ontzettend makkelijk. En op die manier zal je zien dat je een gedegen bibliotheek opbouwt. En de enige reden waarom je dit doet, heeft niks met bewerking te maken, maar is puur dat je over 2 of 3 jaar kan zeggen van, ik wil die ene bepaalde foto wil ik terug kunnen vinden. En die ene foto terugvinden, dat kan je alleen doen als je goed met kleuren werkt, als je goed met teksten werkt, met die kenmerken werkt. En op die manier bouw je een heel gedegen catalogus op. Als je die panelen allemaal hebt gehad, dan zie je dat je vlaggetjes, kleurtjes, het hele verhaal bij elkaar hebt. En dan komt het uiteindelijk neer van, ik wil mijn foto's terugzoeken. En het foto's terugzoeken, dat werkt eigenlijk heel erg eenvoudig. En dat doen we door middel van de bibliotheekfilter. En het bibliotheekfilter, dat zie je al genoemd. Als je boven je miniatuurweergave kijkt, zie je linksbovenin staan bibliotheekfilter. En achter bibliotheekfilter, in het midden ongeveer, kom je tekst tegen, kom je kenmerk tegen, kom je metagegevens tegen en je komt geen tegen. En geen, dat staat standaard aan, betekent dat je nu nog niks gefilterd hebt en dat je al je foto's in de betreffende map ziet. Ga je aan de slag met die criteria om foto's terug te zoeken, dan is het belangrijk te weten van in welke map ben ik bezig. Ik ben nu in mijn map importfoto's bezig, die ik net ingehaald heb. En ik ga nu zoeken op bepaalde trefwoorden. Zoek die ook alleen in die map. Zeg ik van nee, ik wil graag zoeken in al mijn mappen, dan kies ik bijvoorbeeld de hoofdmap. Of hij moet gaan zoeken in een map 2012, dan zoek ik in die map 2012. Het zoeken is niet moeilijk. Als je bovenin als eerste gaat naar tekst en ik klik hier op tekst, dan kan ik hier kiezen, middels het loopje kan ik een woord intoetsen en kan ik aangeven wat ik zoek. Ik zoek nu al mijn foto's in de map die ik net geïmporteerd heb met ganzen. En ik hoef alleen maar ganzen in te toetsen en voilà, al die foto's met ganzen die ik dat trefwoord mee heb gegeven komen naar voren. En hiermee zie je wel hoe consequent je moet zijn met die trefwoorden. Vergeet je trefwoorden, komen die foto's uiteraard ook niet naar voren.
Dus op deze manier kan je zoeken. Je kan ook in meerdere trefwoorden gaan zoeken. Ik kan nog, zal hetzelfde opleveren. Maar 2020, je kan dus meerdere trefwoorden invoeren. Nu komt er eenzelfde zoekresultaat naar voren. Maar op die manier kan je wel terug gaan vinden. Dus zoeken op trefwoorden kan je op die manier eenvoudig doen. Het tweede waar je op kan gaan zoeken is zoeken op een kenmerk. En kenmerk is het tweede kopje wat je tegenkomt. En daar zie je in één keer vlaggetjes, je ziet klassificaties, je ziet de kleuren. Dus als ik denk van ik wil graag al mijn vlaggetjes of al mijn foto's met een waardering 5 terugzieten, kan ik hier op 5 aangeven en was dit mijn schijnbaar beste foto. Wil ik alles van 2 en hoger hebben, klik ik op het tweede sterretje en komen al mijn foto's naar voren op die manier. Zo kan je eigenlijk elke foto terugvinden die je maar goed gevonden hebt. Dit kan ook nog op basis van de kleuren. Dus hiermee kan je zelf een keuze maken waarin je wilt gaan zoeken. Wat voor mij de meest waardevolle is, is de laatste. En dat is metagegevens. En metagegevens, daarmee kan ik zoeken op meerdere kenmerken. En als ik die aanklik, dan zie je dat we hier nu 4 verschillende kolommen krijgen. Je ziet hier datum, je ziet hier camera, je ziet hier lens en je ziet er ook nog een label. Ik ga deze even sluiten, want ik laat je dan zien wat voor mogelijkheid je hebt als je wat meerdere verschillende dingen hebt gebruikt. Ik ga hier terug naar de metagegevens. En je ziet hier nu diezelfde kolommen terug. Je ziet hier op welke datums ik allemaal dan gefotografeerd heb. Je ziet welke camera's ik gebruikt heb. Dat zijn heel veel Olympus camera's. Er zit een Sony camera tussen. Er zit een iPhone zit ertussen. Welke lenzen ik gebruikt heb. En welke labels er aan hangen. En hiermee kan ik aangeven van, wat wil ik nu zoeken? Ik wil graag zoeken al mijn foto's die met een bepaalde camera gemaakt zijn. Dan is dat mijn eerste criterium die ik ga gebruiken. En dat doe ik door hier naar het eerste blok te gaan. Die staat nu op datum. Maar als ik op die pijltjes klik, dan zie ik hier al mijn mogelijkheden van het zoeken terug. Ik wil terugzoeken op alle foto's die ik met een bepaalde camera heb gemaakt. Dan ga ik hier naar camera. En dan zie ik hier onder elkaar al mijn gebruikte camera's in de betreffende map die ik gebruik. Als ik al mijn foto's wil zien met een EM1 Mark II, een Olympus camera, dan krijg ik hier al mijn foto's die ik daarmee gemaakt heb. Als ik nu vervolgens denk van ik wil ook nog gaan zoeken op een bepaalde lens die ik heb gebruikt, ga ik in mijn tweede blok, kan ik zeggen van ik ga kijken welke lenzen er gebruikt zijn. En ik wil graag nu alle lenzen terugzien die met een 1240 foto's die ik daarmee heb gemaakt. De derde kolom kan best zijn van ik wil nu zien met wat ik allemaal op ISO 1600 heb gemaakt. Ik noem maar even wat op. Dan kan ik kiezen voor een ISO-snelheid. Maar je kan ook kiezen voor een label. Maar je kan ook weer teruggaan naar een klassificatie, een trefwoord of wat dan ook. Dus je zou in feite kunnen kiezen. Ik wil al mijn foto's zien die met een EM1 Mark II gemaakt zijn. Met die en die lens. En die dat en dat trefwoord bij elkaar hebben. En als je deze dingen gaat gebruiken, dan kan je in principe iedere foto die in jouw bibliotheek zit op een hele makkelijke manier terug gaan vinden. En dat is het. Mooie van die bibliotheken organiseren. Hieruit blijkt wel van, je moet consequent werken, want heb je een grote achterstand, dan mis je toch wel een heel stuk aan foto's. Ja, er is ook een vraag uit de chat. Iemand vraagt, de filterbalk is voor mij niet zichtbaar. Hoe krijg ik die in beeld? De filterbalk is niet zichtbaar. Dan kan je bovenbij weergave, heb je filterbalk tonen. Die staat waarschijnlijk dan het vinkje uit. Of je doet even de backslash, dan heb je ook dat de filterbalk in beeld komt. Dus mocht die er niet staan, en mocht je überhaupt eens een keer ergens wat minder, kijk dan even of de goede vinkjes bij weergave of die allemaal aanstaan. Oké. Daarnaast was ik net nog even vergeten te melden dat de code live alleen dit weekend geldig is. Dus als je de code graag wil gebruiken, wil je gebruik maken van de 10 euro korting, doe dat dan dit weekend. Ja. Goed, dan gaan wij naar een van de laatste dingen in de organisatie die we hierin hebben. Ik ga even terug naar Geen. Ik ga even terug naar mijn map die ik heb gebruikt. Even zien, ik ga terug naar mijn importfoto's. Hier zijn mijn foto's terug die ik hier allemaal geïmporteerd heb. Ik heb ze net bewust even geïmporteerd naar mijn desktop. Dus naar mijn bureaublad, daar in een map. Nu kan het zijn dat je denkt van ik wil mijn foto's daar helemaal niet hebben staan. Die moeten naar een hele andere map. Ik wil een nieuwe map hebben. Ik wil een map natuurfotografie hebben. Wat dan een veelgemaakte fout is, is dat men dit gaat doen in de bibliotheek. Of niet in de bibliotheek, sorry. In Windows Verkenner of in Mac Finder. En daar mappen gaan verschuiven en dat soort dingen. Zodra je dat daar doet, dan krijg je geheid vraagtekentjes, uitroeptekentjes en is Lightroom eigenlijk de kluts behoorlijk kwijt. Wil je nu mappen, foto's verplaatsen, dan doe je dat altijd in de bibliotheekfunctie en dat doe je op een hele eenvoudige manier.
Ik wil mijn map, die ik nu die foto's allemaal heb gemaakt, die wil ik graag naar mijn map 2020 hebben. Ik heb hier mijn map 2020. En mijn map 2020, daar zitten al een aantal mappen in. Van een productshoot, er zitten wat andere dingen in. En ik wil daar graag nu een map in hebben die ik natuurfoto's wil gaan noemen. En die map natuurfoto's kan ik heel eenvoudig aanmaken door op mijn hoofdmap te gaan staan. Dat is mijn map 2020. Ik klik met mijn rechtermuisknop en ik kies voor map maken in 2020. Dan vraagt hij mij, hoe moet die map dan heten? Die noem ik nu 2020. Natuurfoto's. En ik zeg maken. En je zal nu zien dat die map in mijn hoofdmap 2020 naar voren komt. En dat natuurfoto's hier aangemaakt is. Hij zegt ook van, ik blijf even donkergrijs. Want ik heb hier nog 0 foto's in staan. En als je deze foto's nu wilt verplaatsen, dan kan ik dat op een eenvoudige manier doen. Ik kan alle foto's selecteren. Of als het er een aantal moeten zijn, selecteer je er een aantal. Ik ga nu alle foto's selecteren. Ctrl-A of Command-A. Of je maakt een reeks of willekeurige foto's. En het enige wat je hoeft te doen, is nu die foto's op te pakken vanuit de miniatuurweergave. En je gaat slepen. Je ziet ook dat er een stapel ontstaat. En ik versleep die heel simpel naar die map 2020. Ik laat mijn muis los. En hij vraagt ook aan mij van, wil je die bestanden daadwerkelijk verplaatsen? Dat is mooi dat je die waarschuwing krijgt. Nou, dat wil ik. Dus ik klik hier op verplaatsen. En je zult ook weer linksbovenin zien, bestanden verplaatsen. Je ziet dat mijn map hier aan het leeglopen is. Die zal steeds minder worden. Er zitten nu nog maar 75 foto's in. Dat was die map die ik heb aangemaakt. En je zult zien dat de map onderin mijn natuurfoto's langzamerhand volloopt. Hier zullen straks mijn 105 overgebleven foto's blijven daarin zitten. Wat nu als je denkt van, hey, die map heeft de verkeerde naam gekregen. Ik wil dit helemaal niet natuurfoto's noemen, maar dit moet vogels heten. Ga naar de betreffende map, rechtermuisknop en kies heel simpel voor naam wijzigen. En noem het dan maar 2020 vogels. Kan nog niet verplaatst worden, omdat hij nog bezig is. Dus ik moet even geduld hebben tot al die bestanden verplaatst worden. Maar op die manier kan je wel je naam wijzigen. Als je namen wijzigt, foto's verplaatst en dat soort dingen. Men vindt dit altijd heel raar en heel eng om dat hier te doen. Maar de werkwijze is exact hetzelfde als in Mac Finder. Als in Windows Verkenner. Alleen je doet het nu hier. Klik op je rechtermuisknop. Je krijgt de keuzes. Map veranderen, naam veranderen, foto's verplaatsen. En dan moet dat op zich niet zo'n groot probleem zijn. Wat nog een mooie bijkomstigheid is, ik doe even deze mappen allemaal dicht. Want als we aan de linkerkant kijken, heb ik hier al mijn mappen allemaal. En als ik al die mappen hier naast elkaar heb, zie je ook nog dat je de mogelijkheid hebt van verzamelingen. En verzamelingen, ik heb het tijdens de introductie al even heel kort aangehaald. Verzamelingen zijn eigenlijk virtuele mappen. Foto's, die kunnen maar in één map staan. Ik kan mijn vogelfoto, die kan ik alleen maar nu zetten van in die map natuurfoto. Maar misschien wil ik wel natuurfoto's, vogelfoto's, twee verschillende kopjes hebben waar die foto beide in voorkomt. Dan komt eigenlijk het moment aan dat je kunt gaan werken met die verzamelingen. En een verzameling maken, nou, ik zal je het laten zien, ik zal hier de verzamelingen open doen. Ik klik hier op het plusje, nieuwe verzameling, en ik kan een verzameling gaan aanmaken. Die geef ik een naam en die naam die noem ik nu natuurfoto's. Als ik die aanmaak, dan zul je ook zien dat die natuurfoto's map, die zit hierin. En heeft de foto die ik net nog geselecteerd had, die heeft hij gelijk meegenomen. Ga ik even terug naar mijn foto's en wil ik daar andere foto's aan toevoegen. Ik kan op een foto gaan staan en ik kan ervoor kiezen om hem er eventueel naartoe te gaan slepen. En op die manier zal die dus aan die snelle verzameling toegevoegd worden. Wil je nu een tweede verzameling maken die vogels gaat heten, dan kan ik een tweede map aanmaken. Die gaat heten verzameling maken. Noem ik vogels, aanmaken en die tweede map staat eronder. Je ziet nu ook dat in die eerste map natuurfoto's en in die vogelsmap, of eigenlijk verzameling moet ik zeggen, diezelfde foto terug gaan komen. Dus je kan op die manier eigenlijk een soort van albums maken, verzamelingen, waar je dus foto's vaker terug laat komen. Dit gaat nergens meer over je organisatie, dit heeft niet meer te maken met trefwoorden, kleuren en dat soort dingen. Maar dit is puur om zelf, ja, slimme, makkelijk terug te vinden, items te maken. En op die manier kan je je hele bibliotheek volledig gaan inrichten. Oké. En waarom zou je dit dan gebruiken, de verzamelingen, in plaats van echt fysieke mapjes maken? Omdat je één bepaalde foto maar in één map kan zetten. Mm-hmm. Stel, je hebt foto's van de kinderen waar beide kinderen op staan.
Ik heb twee kinderen, Lucas, Meike. Ze staan er allebei op. Zet ik dat dan in mijn mapje Lucas of zet ik dat in mijn mapje Meike? Nee, dan maak ik verzamelingen aan, zodat ik een verzameling Meike en een verzameling Lucas heb. En dat dus beide foto's in beide verzamelingen terugkomen. Dus zo hou je dingen eigenlijk een beetje bij elkaar. Oké. Dus het zijn eigenlijk virtuele mappen. Sommigen werken daar helemaal niet mee. En anderen die vinden dat helemaal fantastisch, want je hebt ja, zoveel bewegingsvrijheid daarin. Ja. Ja, ik kan me wel zo voorstellen dat dit een redelijk gepersonaliseerd proces is. Ja. Daarom is het ook heel handig. Je kunt deze video ook later terugkijken. Abonneer op ons kanaal. Deze video komt later beschikbaar op ons kanaal. Dit kun je langzaam ook even alle stappen doorlopen. Kijken wat je zelf handig vindt. Dan vraagt nog Tjeu Timmermans. Wat is dan het verschil tussen verzamelingen maken en trefwoorden toevoegen? Trefwoorden, daarmee zoek je straks terug. Dus een trefwoord, dat kan in dit geval zijn vogel. Maar hij kan rustig in een map dieren thuis staan. Ja. Alleen werk ik met die betreffende verzamelingen. Dat is eigenlijk een eigen invulling van hoe je iets wilt organiseren. Maar trefwoorden staan volledig los van die verzamelingen. Verzamelingen, ik zeg het altijd, die zijn voor je eigen gemoedsrust. Lightroom zal het eigenlijk worst wezen. Op basis van die trefwoorden ga je echt zoeken. Maar zeg je van, ik wil vanavond de vakantiefoto's aan familie laten zien. Ja, dan is het ideaal om even een snelle of even een verzameling te maken. Daar die belangrijkste foto's naartoe te zetten. Dan heb je dat allemaal bij elkaar. Maar wil je die ene foto terug gaan vinden waar je al heel lang naar zoekt, gaat dat toch weer via die trefwoorden en via dat bibliotheek filteren. Oké. Dan heb ik nog een vraag van Mar van Schijk. Alle clouddiensten hebben een limiet voor foto's opslaan. Waar laat ik mijn foto's? Op een externe harde schijf of op een andere plek? Ja, dat zijn van die persoonlijke dingen. Ja. Die limiet op die cloud, dat is 1. Snelheid van de cloud is wat mij betreft 2. Want als jij je originelen in de cloud hebt staan en je gaat bewerken in die ontwikkelmodule. Ja, de eerste paar bewerkingen gaan nog wel. Maar ga je heel veel doen met zo'n foto en hij moet dat iedere keer wegschrijven naar de cloud om daarmee te communiceren, kan die werking wat langzaam zijn. Dus wat vaak gedaan wordt, is de basis helemaal op de computer of met een externe harde schijf. En als het eigenlijk dan af is, om het dan eventueel naar een cloud toe te gaan zetten. Maar de cloud is niet oneindig. En ik zelf werk altijd met externe harde schijven. Dat is snel, die kunnen in een kluis, die kan je makkelijk backuppen. En op die manier heeft ieder zijn eigen werkwijze daar wel in. Ja, precies. Ik denk dat we dan wel verder kunnen gaan naar de fotobewerking. Want we gaan vandaag ook nog een fotobewerking doen. Zeker. Hiervoor heb je een natuurfoto, heb ik begrepen? Noem het geen natuurfoto, maar okay. Ik heb een foto van Radio Kootwijk. Die ga ik even snel importeren. Importeren weten we dat het nu heel snel kan. Ik heb hem eventjes op mijn desktop gezet, als het goed is. En wat gaan we met die foto vandaag doen? Die ga ik importeren. Dit is ook een bewerking die terugkomt in de cursus. Dus in de bundel en in de online cursus. We gaan vandaag werken naar een zwart-wit foto. Zwart-wit wordt heel veel toegepast. Het wordt toegepast bij architectuur. Het wordt toegepast bij portret. Het wordt toegepast bij straatfotografie. Productfotografie zie je het veel terugkomen. Dus we gaan nu aan de slag naar een omzetting naar zwart-wit. Hiervoor heb ik mijn foto van Radio Kootwijk. En die foto die zullen wij gaan rechtzetten. We zullen een klein beetje de lucht naar voren gaan halen. En we gaan kijken hoe we dit heel mooi naar zwart-wit kunnen gaan omzetten. Het bewerken, dat doen we niet meer in die bibliotheekmodule. Dat doen we uiteraard in de ontwikkelmodule. Daar hebben we eerder in gewerkt. En die ontwikkelmodule, die start ik. En als we weer naar die ontwikkelmodule gaan, dan zien we dat we aan de linkerzijde weer een hoop verschillende mogelijkheden hebben. Waaronder de voorinstellingen. Ook verzamelingen die je daar terug ziet komen. Rechterkant zien we ons bewerkingspaneel en in het midden zien we onze foto waar we mee aan de slag gaan. Nou, als we naar deze foto kijken, dan zal je één ding opvallen. Dat hele verhaal valt een heel klein stukje naar achter. En een klein stukje naar achter, dat is de vertekening die ontstaat door twee redenen. Dat kan je lens zijn, maar in dit geval zal het standpunt zijn geweest. Door met een groothoeklens wat laag bij de grond te fotograferen, heeft je foto altijd de neiging om achterover te gaan hellen. Dus er komt een soort van vertekening. En ik ga even al mijn panelen aan de rechterkant sluiten, zodat we precies zien waar we zitten. En om dat eerste stukje te gaan oplossen, gaan we aan de slag om eigenlijk ons beeld even recht te gaan zetten. En dat recht zetten, dat kan in onze balk bij transformatie. En als ik hier naar transformatie ga en ik open die, dan zien we dat we hier een aantal vlakjes zien. Standaard staat dit op uit. We zien automatisch, we zien met hulplijnen. Vlak, verticaal, volledig. We kunnen handmatig met schuiven aan de slag gaan. Als ik verticaal wil corrigeren, dan zie je hier even in het extreme wat er gebeurt. Daar kan je
op die manier gaan corrigeren. Wat een hele mooie manier is, in Lightroom zijn er eigenlijk twee. De eerste is automatisch. Die gebruik ik nu niet. Die zou hier prima werk doen. Maar ik wil je laten zien hoe je het mooi en handmatig kan doen. Maar automatisch gaat hij proberen om een foto te ontkantelen en dat het gewoon goed gaat. Dat kantelen zal met automatisch goed gaan. Alleen als je een foto iets van een zijkant hebt genomen, zal Lightroom daar meer last mee krijgen. En daarom wil ik je eigenlijk de Upright Tool laten zien. En de Upright Tool die activeer je door deze lijntjes te activeren die je linksboven in het paneel ziet staan. Het is een soort van kruisvorming. En die tool Upright Tool, die kun je met Shift-T kan je die activeren. En als ik die aanklik, dan zie je ook dat die tool loskomt. En je ziet dat er eigenlijk van die lijntjes ontstaan. En als ik in mijn foto ga staan, dan zie je een kruisje met een groot blok. En dat grote blok, dat is eigenlijk een loop. Ik kan nu precies zien waar ik met mijn loopje eigenlijk sta. Of waar ik eigenlijk met het kruisje sta. En wat ik nu moet doen, is aan Lightroom aangeven wat hier niet recht staat, in de werkelijkheid toch recht was. En daarvoor ga ik bijvoorbeeld hier naar de linkerkant van die voorste pilaar. En als ik hier een lijn langs heen trek met ingedrukte muisknop, dan kan ik hiermee tegen Lightroom aangeven van dit stuk was recht. Nou, als ik dit nu loslaat, gebeurt er nog niks. Lightroom heeft in ieder geval twee lijnen nodig om te kunnen corrigeren. De tweede lijn pak ik aan de rechterkant. En aan de rechterkant, hetzelfde verhaal, je kan het heel mooi zien met het loopje of je goed zit. Ik trek die tweede lijn schuin langs dat pilaartje en je zult zien dat je hem nu loslaat, dat hij gelijk gaat corrigeren. Ik kan ook horizontaal gaan corrigeren, daarvoor heb ik hier heel mooi als referentie die punten bovenop de torens. Als ik dat van de ene kant naar de andere kant trek, dan zie je dat Lightroom eigenlijk mijn foto onthoekt zoals dat heet. En op deze manier zal je foto altijd recht staan. Werk je veel met een groothoeklens, let er dan in ieder geval op dat je je foto ook ruim genoeg neemt, zodat er niet een puntje van een kerktoren of iets dergelijks weg gaat vallen. Nou, heb je dit gedaan? Klik op gereed en je foto is in dit geval onthoekt en die foto die staat recht. Denk er dan dat je altijd minimaal twee lijnen nodig hebt. Het liefst nog een derde horizontale, want dan zet je ook gelijk de horizon mooi recht. En je kan tot vier lijnen daarmee werken. Ik sluit het transformatiepaneel even en ik ga terug naar ons standaardpaneel. En je ziet dat de foto een klein beetje aan de donkere kant is. Ik ga de foto wat lichter maken door onze schaduw wat op te trekken. Komt er iets meer puntje in. Ik haal een klein beetje het contrast naar voren. Hooglichten breng ik nog een heel klein beetje omlaag, zodat er wat in die lucht gebeurt. En op dit moment is in principe onze foto goed. Wat we nu willen gaan doen, is hem omzetten naar zwart-wit. En zwart-wit omzetten, dat kan in Lightroom op heel veel verschillende manieren. Wat veel mensen doen, is hier naar beneden gaan en bij de levendigheid en de verzadiging aan de slag gaan. En puur en alleen die levendigheid en die verzadiging omlaag zetten. En hoera, je foto is inderdaad zwart-wit. Alleen je moet je afvragen, is het precies de stijl die die foto nodig heeft? Ga ik even naar een portretfoto, iemand met een wat roder gezicht vraagt om een andere zwart-wit omzetting dan iemand die een wat bleker gezicht heeft. Dus wat hier gebeurt als je levendigheid en verzadiging omzet naar 0, of naar min 100 moet ik eigenlijk zeggen, is dat hij eigenlijk alleen maar de kleuren eruit haalt. Maar voor de rest nergens rekening mee houdt. Dus ik herstel dit, en ik wilde het niet, dubbelklik op levendigheid, dubbelklik op verzadiging, gaat het weer terug naar het beginstadium. En ik kies eigenlijk voor een andere methode. En de andere methode die er is, is door te kiezen, hier achter profiel, kan je kiezen voor monochroom. Als ik hier kies voor monochroom, zet hij hem ook om naar zwart-wit en is ook eigenlijk al die kleur eruit. Alleen ook deze functie gebruik ik niet. Ik ga weer terug naar kleur. En de laatste functie die ik je laat zien, en dat is wat mij betreft de meest mooie, want dan heb je namelijk ook invloed op hoe kleuren omgezet worden, is hier te gaan naar een kopje zwart-wit. Als ik hier op zwart-wit klik, dan zal de foto omgezet worden wederom naar zwart-wit. En het is nu nog steeds een saaie zwart-wit omzetting. Want dat komt, als ik ietsjes naar beneden scroll, dan zie je dat hij hier weer levendigheid en verzadiging, die heeft hij gewoon donkergrijs gemaakt, eigenlijk uitgeschakeld. Alleen als ik dit paneel nu sluit, het standaardpaneel gaat dicht, dan is er een nieuw paneel in het totale panelenoverzicht ontstaan. En dat is hier zwart-wit. Die zie je normaal gesproken niet, die zie je alleen terug als je in het standaardpaneel eerst op zwart-wit hebt geklikt. Als ik hier naar zwart-wit toe ga en ik open hem, dan zien we hier de zwart-wit mix. We zien hier ook allemaal kleuren. En ik kan nu per kleur, wat ik weet in de originele foto, kan ik die kleur in de zwart-wit omzetting donkerder of lichter gaan maken. Wil ik mijn blauwe kleuren die in de lucht zitten, donkere kleuren, zodat er meer contrast in het beeld komt, dan kan ik bij blauw kiezen om naar links te gaan met mijn slider of naar rechts te gaan. En je ziet dat er
nu een nuanceverschil komt in die zwart-wit omzetting. En dat kan ik eigenlijk per kleur gaan doen. Dus ik kan hier zelf aangeven hoe moet mijn zwart-wit omzetting eruit komen te zien. Wat nu het lastige is, welke kleuren zaten er nu eigenlijk allemaal in die originele foto? Was dat gebouw nu oranje? Was het geel? Had het een andere gloed? De kleur zat er nou aqua in? Zat er blauw in? En daarvoor werken we niet rechtstreeks op die schuiven, maar werken we eigenlijk met dat kleine rondje wat hier links in de zwart-wit mix in je paneel linksbovenin zit. Als ik die aanklik, zwart mix, zwart-wit mix, dan komt dat pijltje los. En als ik in mijn foto ga staan, dan zie je ook dat ik nu een kruisje heb met een rondje met twee pijltjes naar voren en naar achter. Als ik nu ergens in mijn foto ga staan, en dat doe ik op dit moment, en je kijkt weer terug in mijn zwart-wit mix in het panelenoverzicht, dan zie je achter de kleur blauw, bij die slider, zie je een klein vlakje staan om het getal 0 heen. Lightroom heeft nu zelf herkend dat ik in de originele blauwe kleur aan het werk ga. Wat ik nu kan doen, nu ik weet dat dit blauw is, met die slider gaan spelen, maar handiger is door nu alleen maar de muistoets in te drukken en ingedrukt te houden en mijn muis naar voren of naar achter te bewegen. Dan past die automatisch die balk aan. Dus je ziet nu dat ik in die kleur blauw aan de slag ben en hij zal dit automatisch gaan aanpassen. Dus ik hoef niet altijd meer te weten in welke kleur ik oorspronkelijk aan de slag ben. Ik hoef alleen maar met mijn kruisje naar een plek te lopen waar ik graag mijn kleuren van wil aanpassen of de zwart-wit omzetting wil aanpassen. Ik wil nu de kleur van het gebouw wat aanpassen. Schijnbaar is dit de kleur geel. Dat kan je weer zien aan het vakje gekleurd om de nul heen, het grijze vlakje om de nul bij geel. Als ik deze aanklik, kan ik mijn omzetting lichter en donkerder gaan maken. Er zitten hier onderin nog wat groene bosjes. Wil ik die aanpakken, zal die dat ook gaan doen. Dus op die manier bepaal ik mijn eigen zwart-wit omzetting en kan ik dit helemaal naar eigen inzicht gaan doen. Als je daar nog een stapje verder in wilt gaan, ik sluit even het zwart-wit paneel. Sorry, ik laat hem heel even openstaan. Als je daar verder in wilt gaan, en je hebt ook nog deze aanstaan, dus nog steeds dat verklikkertje als het ware, dan zie je onder je foto zie je ook een doelgroep staan. Die staat standaard op grijswaarde. En dat betekent dat je nu aan het werk bent met die kleuren in dat paneel. Je ziet dat die kleuren aangepast zijn, dat de aangrenzende kleuren meegaan. Maar je kan ook nog in gebieden aan de slag gaan. En als ik nu kies op doelgroep en ik kies hier voor kleurtintcurve, dan krijg ik het paneel van de kleurtintcurve in beeld. Door nog steeds met datzelfde verklikkertje in beeld aan de slag te gaan, kan ik hiervoor kiezen. Als ik hier sta, zit ik in de wat lichtere delen van mijn foto en kan ik dat lichter of nog donkerder gaan maken. Dus je kan ervoor kiezen om met kleurkanalen te werken in een zwart-wit omzetting. Maar je kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld alleen in schaduwpartijen te willen werken of in lichte gedeeltes. En op die manier zet je een perfecte foto om naar zwart-wit. Als je dit allemaal hebt gedaan, dan kan je hier weer klikken op gereed. En je foto is eigenlijk heel mooi omgezet naar zwart-wit. Als ik de originele naast elkaar zet, dan zie je ook hier dat die zwart-wit omzetting er perfect uitziet. Het laatste nog, en daar komen ook wel eens wat vragen over bij, dat is nog het verscherpen van een foto. Hoe doen we dat nu eigenlijk op de ideale manier? Het verscherpen van een foto, ik doe de kleurtintcurve even dicht, want we hebben dit allemaal gebruikt. Dat doen we onderin bij details. En bij details, hij staat hier nu even niet op 40, standaard staat dit vaak op 40. Zo gauw je een RAW-bestand hebt geïmporteerd, zal Lightroom altijd standaard wat verscherpen, zodat je in ieder geval alvast detail gaat zien. Maar dat verscherpen, dat willen we vaak straks nog een stukje meer doen. En dat verscherpen, dat doen we vaak door alleen maar aan die slider te gaan trekken. En daarmee verscherp je eigenlijk alles. De kunst van het verscherpen in Lightroom is alleen verscherpen wat noodzakelijk is. De lucht die hier achter zit, dankzij de lange sluitertijd, heeft die een onscherpte gekregen. Dat was het effect wat we wilden creëren. Dan heeft het ook niet heel veel zin om iets wat onscherp is, om nog weer te gaan verscherpen. Het zal je alleen maar ruis opleveren door iets wat onscherp is te gaan verscherpen. Ik wil eigenlijk de contouren van het gebouw verscherpen en daarmee hetgeen wat belangrijk is in die foto. En daarvoor gebruik je het masker. En dat masker, als ik daaraan ga schuiven, dan gebeurt er niets. En daarom is het ook een weinig begrepen slider in Lightroom. Maar zodra ik de Alt-toets ingedrukt hou, en die druk ik nu in, ik hou mijn Alt-toets ingedrukt. En ik ga nu bij slider of bij masker staan, op die slider, en ik druk de slider in, dan zie je dat mijn totale foto wit wordt. Wit geeft aan, alles wat nu wit is, wordt straks verscherpt. Door nu met mijn slider naar rechts te gaan en nog steeds mijn Alt-toets ingedrukt, dan zie je dat er ook zwart door die foto heen komt. Alles wat zwart is, wordt niet verscherpt.
Dus ik zoek eigenlijk de lijnen op van wat ik nog wel wil verscherpen en wat ik niet wil verscherpen. In dit geval is dit een hele mooie instelling van het masker. Je ziet dat de contouren straks verscherpt worden van het gebouw. En dat alles wat eigenlijk niet met de zaken doet, niet mee verscherpt wordt. En daardoor wordt je scherptewerking, krijgt eigenlijk een extra dimensie. Ik laat het geheel nu los, dus nu mijn alt-toets los en ook de muistoets los. Je ziet dat het masker nu ingesteld is. En het laatste wat je nu nog doet, is puur dus hoeveelheid bij verscherpen aanpassen naar wat de foto eigenlijk nodig heeft. En op die manier verscherp je hetgeen wat je wilt verscherpen. Dit is ook heel mooi bij de wat hogere ISO-foto's. Dit is op een ISO 100 gedaan. Als je op ISO 6400 hebt geschoten, dan wil je niet onnodig ruis oproepen. En dat gebeurt wel als je die schuif maar klakkeloos naar rechts schuift. Ga je met dat masker werken, dan verscherp je alleen maar wat nodig is en laat je de rest eigenlijk ook weer ruisvrij. Bewerking naar zwart-wit. Nou, dat ziet er goed uit. Dan is er ook nog bijvoorbeeld een vraag uit de chat die vraagt welke waarde hanteer je als maximale ruisreductie? Ja, dat is een hele vraag. Er is heel veel discussie over. Ja. Er wordt zelfs gezegd van, nou, als je de hoeveelheid bij verscherpen naar 60 zet, dan moet je ruis naar 40, want dan moet altijd op 100 uitkomen. Voor mij is daar geen goed en fout in. Alleen, ik betwist dat zelf altijd een klein beetje. Voor mij is het heel simpel. De ene foto heeft meer verscherping nodig dan de ander. En de ene foto kan je ook meer ruis uithalen dan de ander. De ene foto op ISO 6400 vertoont meer ruis dan de andere foto op ISO 6400. Afhankelijk of er veel schaduwpartijen zijn, of er goed belicht is. Dus er zijn meerdere dingen. Voor mij, wat ik altijd doe, ga ik ruis verwijderen. Ik zoom mijn beeld in en ik ga kijken wat is reëel. Ga ik te veel ruis weghalen, wordt het allemaal plastisch. Dat zie je met name in portretten, krijg een heel raar karakter. Ja. Ik kijk, wat is nog reëel? Ik heb liever een foto met een klein beetje ruis waar ook nog detail in zit, dan een foto waar alle ruis uit is, maar ook alle detail uit is. Wat je dan vervolgens in ieder geval niet moet gaan doen, is weer klakkeloos gaan verscherpen. Ga je klakkeloos verscherpen, komt die ruis eigenlijk net zo hard terug. Maar door eerst heel gedegen je ruis eruit te halen en vervolgens te verscherpen met het masker, ja, dan kan je eigenlijk de perfecte ruisonderdrukking toepassen, maar ook de perfecte scherpte. Oké, okay. Ja, dat is, komt al een beetje overeen met de vraag van Luc Kassiman. Die vraagt ruis verwijderen op de minst destructieve manier. Ja. Dat is dus deze manier? Dat is eigenlijk deze manier. Ik heb het bij mijn concertfoto's heel veel. Ik haal eerst de ruis eruit. Ik kijk hoeveel detail blijft er nog over. Krijgt een muzikant niet een wassen gezicht, zoals ik dat dan maar noem. En daarna dusdanig verscherpt, alleen de ogen nog die verscherping krijgen. Instrumenten een verscherping krijgen. En dan zul je ook zien dat je foto in basis veel scherper lijkt. Omdat alleen hetgeen nog verscherpt wordt wat verscherpt moet worden. En de ruis, ja, uit de belangrijkste delen eigenlijk weg is. Oké. Ik krijg nu ook een compliment uit de chat. Mensen vinden dit een goede tip over het gemaskerde verscherping. Mooi. Daarnaast, dit is natuurlijk de tweede livestream over Lightroom voor gevorderden. De eerste livestream hadden we 2 weken geleden. Daarna hebben mensen al de cursus gekocht. Laat ons alsjeblieft weten wat je ervan vindt. De cursus is tot nu toe nog niet helemaal volledig op zoomacademy.nl. Maar er worden hoofdstukken toegevoegd. Het boek is in principe nu ook af, toch? Zeker, het boek is helemaal af. Dus die is dan nu ook naar de drukker? Die is naar de drukker. Dus alles wat hier vandaag is besproken en ook in de livestream hiervoor, kun je dus vinden in dat boek, in die online cursus. En die kun je dus nu ook kopen dit weekend met de actiecode LIVE. Daarnaast hebben we ook een cursus Lightroom voor beginners. Dat heet ZoomNL Lightroom 2020 Workflow Editie. Daar staan er wat basisdingen in. Die heb jij ook gemaakt. Kun je daar misschien meer over vertellen? Wat de verschillen zijn tussen de twee cursussen? Ze lopen een beetje in elkaar over. Waar de nadruk in die cursus op ligt, is heel veel wel bewerken. En op de basis van inderdaad workflows. Daarmee krijg je ook rolbestanden. Die rolbestanden die kan je dan 1-op-1 meedoen in de cursus. Dus dat je ook stap voor stap ziet wat er bijvoorbeeld in een bepaalde bewerking gebeurt. Zodat je dat later ook op je eigen foto's kunt gaan toepassen. Dus het zijn workflows, stap voor stap meedoen. Staat ook stap voor stap uitgeschreven, maar ook wel waarom je bepaalde dingen uiteraard doet. Dus het is niet alleen maar nadoen, maar het is ook echt het leren, zodat je het daarna ook op je eigen foto's goed kan toepassen. Oké,
En deze is dan echt, we noemen het Lightroom voor gevorderden, maar het gaat dus echt dieper in op het programma zelf. En ja, wat je hierin ziet is dat er in de eerste, om daarop te refereren, is heel veel met de workflows. Hè? Dus echt veel bewerking. Daar zit wel uiteraard wat in over de bibliotheek, het importeren en hoe je dat even doet. Wat je ziet in de gevorderde Lightroom is dat het wat dieper ingaat op het importeren, het aanmaken van verzamelingen. Je kan zelfs nog, het zit ook in de cursus, slimme verzamelingen maken. Dat er automatisch verzamelingen of automatisch foto's in bepaalde verzamelingen toevoegen. Hoe je tethered kunt shooten. Dus met je camera aan je computer de foto's gelijk naar Lightroom kunt plaatsen. Dat zit allemaal in de gevorderde versie. Dus het sluit eigenlijk een beetje op elkaar aan. Mm-hmm. En op die manier zijn ze beide heel waardevol, denk ik. Oké. Okay. Die cursus die staat dus nu op www.zoomacademy.nl. Er staan al redelijk wat hoofdstukken in en er worden ook nieuwe hoofdstukken steeds aangevuld. En het boek is dus nu ook naar de drukker. Wil ik jullie nog vragen, vinden jullie dit nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Vond je dit een leerzame video? Doe dan ook even een duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal. Ik kan me voorstellen dat het misschien nog een beetje lastig was om te volgen voor iedereen. Dus je kunt deze video ook later terugkijken. We zetten deze online op YouTube. Dan wil ik graag ook natuurlijk Tom bedanken, onze expert van vandaag. De persoon ook die de cursus heeft geschreven. Ik wil jullie bedanken dat jullie hebben gekeken. Ik hoop dat jullie dit allemaal een hele leerzame ervaring vonden. De code LIVE, kortingscode LIVE, is alleen dit weekend geldig. Deze kun je gebruiken op alle cursussen. Op zoomacademy.nl. Dan krijg je 10 euro korting. Dus wil je 5 cursussen kopen, kun je 5 keer 10 euro korting krijgen dit weekend. Dus als je nog een keer van plan was om een leuke online cursus te doen, zou ik dat zeker nu doen. Dat geldt ook voor deze cursus, de Lightroom voor gevorderden. Ik denk dat het dan wel dat was. Heel erg bedankt Tom. Graag gedaan. Heel erg bedankt jullie voor het kijken. En tot de volgende keer.